Goedenavond, dames en heren. Ik stel voor dat wij een start maken met deze commissievergadering dinsdag 5 november. Ik heet u allen van harte welkom. Agenda punt 2, mededelingen, die zijn er niet tot nu toe. Ik zie ook niemand aanstalten maken. Dan zijn wij bij agenda punt 3 en dat is de vaststelling van de agenda. En de heer Hoedemaker heeft aangekondigd dat hij daar een opmerking bij heeft. Ga er gang. Ja, voorzitter, dit is een ontzettende volle vergadering als proloog op een hele volle begrotingsvergadering volgende week. En vandaar dat ik deze opmerking heb. Als punt 7 behandelen wij het bermbeheerplan. En dat is een plan waar heel veel energie is in gaan zitten en waar heel veel over te zeggen is, denk ik. En we moeten uiteraard deze vergadering afwachten en wat we ervan vinden. Maar ik wilde voorstellen dat op het moment dat we dit tot een bespreekpunt in de raadsvergadering verheffen, om dit dan door te schuiven naar de raadsvergadering van december. Ik zou willen voorstellen dat de fracties dat even in overweging nemen, het college ook, en daarop reageren bij de behandeling van het agendapunt. Heeft wel consequenties voor vaststelling van de begroting, dus ik neem aan dat daar achter de collegetafel ook even over nagedacht wordt wat dat betekent. En dan komen we dat bij het agendapunt vanzelf tegen. Zullen we het zo doen? Anders een andere nog op de agenda, die zie ik niet. Dan gaan we naar 4, daar heeft zich niemand voor gemeld. En ik zie zich nog niemand melden, dus dan zijn we daar ook mee klaar. We zijn bij agenda punt 5, het vragenuurtje. Liggen niet op tafel. Ik zie ook geen vragen de actualiteit betreffende. Dus dan ronden we dat agendapunt ook af. En dan zijn we al aan 6. En zo schiet het lekker op. Dat is raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Die lopen even stuk voor stuk bij langs om te kijken of er nog een korte vraag of opmerking is. Stuk A1, de grondstofmonitor. Ja, heer Stoker, pak. Voorzitter, korte vraag. In het voorstel wordt gesproken over de frequentiewijzigingen en de trends die al zichtbaar zijn. Ik vroeg me af of bij het aan te leveren overige grondstoffen met invoering van de milieupas ook al trends zichtbaar zijn. Of de wethouder die met ons zou willen delen als die er zijn. Ja, voorzitter, die trends die zijn er en de daling is er. Alleen omdat het pas 1 april is ingegaan, vonden we het nog te vroeg om daar ook echt al concrete getallen aan te gaan verbinden. Daarvoor denk ik dat het goed is dan gewoon echt even het eind van het jaar afwachten. Maar de dalende trend is ook wat dat betreft wel ingezet. Dank u wel. Hoedemaker op hetzelfde onderwerp. Voorzitter, ik vroeg me af of de wethouder me kan vertellen wat de optimalisatie van glascontainers is. Bij de optimalisatie van glascontainers gaat het vooral om te kijken waar we nog blinde vlekken hebben, waar glascontainers misschien wel te vol of te vaak vol zitten. Dus zowel het bijplaatsen van glascontainers op plekken waar mensen er anders te ver mee moeten rijden, dus gewoon het verhogen van serviceniveau, als het bijplaatsen wanneer gewoon de huidige glascontainer onvoldoende is. Dank u wel. Verder nog Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over die toezending van de grondstofmonitor. En daar gaat het over oud papier wat verdwijnt in de restafval. Is het misschien niet verstandig om het oud papier in zameling, om daar de subsidie wat in te verhogen, zodat het oud papier weer vrijkomt? Nou, ik weet niet of het verhogen van de subsidie nou een heel goed idee is, want zoals u op de informatieavond eerder dit jaar al hebt gehoord, leggen we al behoorlijk wat bij, omdat onze garantieprijs behoorlijk hoger is dan de gangbare marktprijs. Dus ik weet niet of dat hem is. Wat wij wel aan het doen zijn, is samen met de verenigingen, scholen, kerken die het oud papier in de dorpen en de wijken inzamelen, kijken hoe we dat gestructureerder kunnen gaan doen. En hoe we daardoor dus ook de opbrengst kunnen gaan verhogen. En daar misschien ook nog wel eens een mooie promotiecampagne tegenaan gooien. Van ja, iedere
kilo oud papier die ingezameld wordt door zo'n vereniging, komt gewoon te goed aan die verenigingskas of schoolkas of kerkkas. En dat misschien mensen nog wel wat aanspoort om ook dat oud papier wat er nu nog in zit, om dat er vooral uit te halen. Mevrouw Visseling, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vroegen ons af, hè, bij het oud papier wordt aangegeven dat er een daling zichtbaar is in die trend. Maar komt dat ook door een daling van oud papier in het algemeen? Hè, we gebruiken minder papier met elkaar. Heeft het daar ook mee te maken? Nou, dat is in ieder geval wel een van de oorzaken. Het aantal nee-nee of nee-ja-stickers, dat neemt wel toe. Dus wat dat betreft is er gewoon wat minder oud papier. Nou, abonnementen op kranten, zeker als het gaat om papieren kranten, daar zit in ieder geval geen stijgende trend in. Maar ik ben er nog niet van overtuigd dat dat het hele plaatje is. Dus ik zou daar, laat ik zo zeggen, we hebben daar nog wel actie op gezet om dat wat helder te krijgen. Of dat er misschien nog oud papierstromen zijn buiten dit verhaal zoals wij het nu inzichtelijk hebben. Dank u wel. Een vervolgvraagje nog? Nee, niet zozeer een vervolgvraag, een nieuwe vraag. Wij vroegen ons ook af hoe het nu gesteld is in de Milieustraat met betrekking tot de handhaving. Of er nu bij ieder bezoek gevraagd wordt naar die milieupas. En of hoe er dan gecontroleerd wordt dat die milieupas inderdaad ook van degene is van een inwoner uit de gemeente Coevorden. Als het goed is wat er bij iedereen die nu komt, wordt er gevraagd naar een milieupas. Daar vinden geen controles op plaats van, ja, wilt u dan ook even uw paspoort laten zien en om dat zo aan elkaar te gaan koppelen. Dat wordt ook alweer lastiger omdat de pas gekoppeld is aan een huishouden. En het is denk ik niet zo dat iedereen op datzelfde huishouden ook daadwerkelijk dezelfde naam heeft. Dus die koppeling is al wat lastiger. Dus wat wij in ieder geval doen is het tonen en de stap die gezet gaat worden is ook het scannen van de pas. Om daar in ieder geval echt een handeling aan te hebben. Ja, en dan kan het nog steeds dat iemand zijn pas uitleent aan een ander. En volgens mij dat risico zit er altijd in. Dank u wel. Zijn we erdoor? Ja, geloof ik wel. Dan gaan we naar A2. De werkagenda Drenthe Zorglandschap. Zijn daar vragen over? Ja, mevrouw Struwe, BBC. Dank u wel, voorzitter. Men spreekt over plattelandsgemeenten met daarbinnen stedelijke gemeenten zoals Emmen, Hoogveen, Assen en Meppel. Mijn vraag is op welke wijze is Coevorden betrokken geweest bij de opstelling van de werkagenda van Drents Zorglandschap? Net zoals alle 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe en Achmea Zilveren Kruis. Kort antwoord, voldoende voor u? Nou, ja? Dan wordt er gesproken op in die werkagenda pagina 11 over onschotten en omschotten van de zorg. En dan zoeken naar en delen van goede voorbeelden. Naar aanleiding van een artikel in het VNG Magazine van 25 oktober jongstleden wordt een project in Helmond beschreven. Ik wil aan de wethouder vragen, wat vindt hij van dit project? En ziet hij mogelijkheden om een dergelijk project zoals in Helmond als pilot in te voeren in onze gemeente? Dan wel, is hij bereid dit project in te brengen als voorstel in het regionaal overleg? Voorzitter, er zijn in Nederland heel veel projecten die met ontschotting te maken hebben. In Drenthe proberen we samen met in ieder geval de zorgverzekeringswet. En de WLZ is een klein beetje moeilijker. Maar met de zorgverzekeringswet, daar waar het schuurt, en dat is in onze gemeente ook regelmatig voorgekomen, hele concrete oplossingen te bedenken. En dat lukt ook. Wie komt 's morgens de gordijnen open doen, is dat de wijkverpleegkundige of moet daar 5 minuten iemand vanuit de WMO komen? Nou, dat soort problemen hebben we gewoon heel concreet direct opgelost, omdat het ook direct om een oplossing vraagt. En er lopen een aantal projecten in Drenthe. En deze week ben ik betrokken geweest bij het opzetten van een project in Coevorden voor dementiezorg om de mensen met dementie vanuit de WMO, vanuit de WLZ en vanuit de zorgverzekeraar een ontschot aanbod te doen in de zorg. Dus er lopen projecten. En als het project in Helmond een goed project is, zal ik dat zeker inbrengen. Dank u wel. Kijk in verder of er nog vragen zijn op deze. Nee, dan gaan we naar A3. Dat is september circuleren. Zit ook in de begroting. Dus ik neem aan dat dat wel komt. Ja, zie verder niemand. 4.
het onderzoeksopzet jeugdwet van de Rekenkamer, daar vragen over, ook niet. 5, de brief van de heer Ten Berge, daar zullen er ook geen vragen over zijn. 6, motie Bergen op Zoom, gaat over belastinggebied van de gemeente, ook niet. 7, motie Renkum over controledrift, daar doet ook geen vragen op. 8, motie Zwarte Waterland over cannabis, ook niet. 9, het Zwarte Pietengilde, roept ook geen vragen op. Dan hebben we nog B1, dat is een brief van de Nationale Ombudsman over het ter beschikking stellen van WMO-hulpmiddelen. Mevrouw Streur. Naar aanleiding van deze brief wil ik graag weten, komen er bij ons nog klachten binnen over aanlevertijden door onze leverancier, Meire? En zo ja, hoeveel en hoe verloopt het contact hierover tussen gemeente en de leverancier? Voorzitter, we hebben anderhalf jaar geleden ongeveer gewisseld van leverancier. In de aanloop daar waren er redelijk wat problemen met tijdelijke levering. Die problemen zijn opgelost. Want in de clausule staat een boete voor de leverancier als hij niet tijdig levert. Die boetes hebben we een paar keer geïnt en dat helpt enorm. Dank u wel. Mevrouw Jaspersen, zag ik ook nog. Dank u wel. Hoe is de situatie rondom de WMO-hulpmiddelen bij ons in de gemeente op dit moment? Wij kunnen tijdig leveren op de incidenten na. Dank u wel. Anderen met vragen nog hierover? Niets. Nou, dan ronden we daarmee dit agendapunt af. Dan gaan we naar agendapunt 7. Dat betreft het vaststellen van het bermbeheerplan en het voorstel. Het is een aantal beslispunten, ik ga het niet helemaal voorlezen. Stukken liggen erbij. Ik hoor graag in eerste instantie van u wat u daarvoor vragen over heeft aan de portefeuillehouder. Dat in eerste ronde. Mevrouw Driehuis, pak. Meerdere vragen, maar ik wil eigenlijk verbazen dat me, daar wil ik dan even mee beginnen. Er ligt een definitief plan van 10 januari 2019. Waarom heeft het in hemelsnaam zo lang geduurd voordat het hier kwam? Het heeft langer geduurd en de eerste oorzaak daarvan is dat wij het niet gepast vonden om, terwijl uw raad bezig was met een werkgroep biodiversiteit, dan een plan in de baan te gaan brengen wat over een deel van datzelfde onderwerp gaat. Dus daarvan hebben we gezegd, we wachten eerst af wat daar uitkomt en vervolgens gaan we het verder de baan inbrengen. Ons eerste inzet was eigenlijk om gezamenlijk met onze reactie op biodiversiteit ook dit stuk te gaan doen. Dat bleek helaas niet helemaal mogelijk qua termijnen. Dus toen hebben we gezegd, ook met name vanwege de gevolgen die dit heeft voor de begroting, van nou, dan moeten we dit stuk nu toch afzonderlijk de baan in gaan brengen. Maar dat is dus de reden dat het wat langer geduurd heeft. Dank u wel. Verder vragen? Ja, Hoedemaker, D66. Ja, voorzitter, op 19 november vindt er in Wezep een bijeenkomst plaats met de pilotkernen die al vanuit de zelfwerkzaamheid met het ecologisch bermbeheer bezig zijn geweest. Ik vraag me af, in hoeverre zijn de pilotdorpen nu al betrokken geweest bij de opzet van dit stuk? Nou, zoals u heeft gezien is in ieder geval wordt er ruim baan geboden aan de pilots en aan de leerervaringen daarin. En hebben we ook de pilots, want er heeft een soort nulmeting heeft plaatsgevonden. Dat heeft samen met al die mensen die deelnemen aan de projecten, heeft dat plaatsgevonden. De aanvang van dit onderzoek is volledig vanuit de gemeente, ook als basis in uw of met als basis uw raadsbesluit geweest om dat ook aan ons te vragen. Dus zo zijn we begonnen. Maar op die manier, zoals ik net schetste, proberen wij daar vooral ook die mensen vanuit de pilots goed bij betrokken te krijgen. Vervolgvraagje op hetzelfde onderwerp, meneer Hoedemaker, of Nieuwe? Want dan gaan we eerst even verder. Ja, Heling, CDA. Ja, dank u voorzitter. Een opmerking en een vraag. De opmerking is, de bijgevoegde kader vergen wel erg veel gebiedskennis.
Want er staan namelijk geen straatnamen op. Nou heb ik dat wel, maar ik vond het toch nog wel lastig. En de vraag is, draagvlak en succes hangt erg af van de communicatie met aangrenzende grondgebruikers. Wat gaat de gemeente hiervoor doen? Ik zou eigenlijk zeggen communiceren. Maar dat is misschien te makkelijk. Nee, wat wij, u heeft gelijk, de kaarten is vergt gebiedskennis, maar dat hebben gelukkig de mensen die ermee bezig zijn ook. Ze zijn ook vooral indicatief, omdat er nog wel eens kleine verschuivingen gaan plaatsvinden. Dus daardoor hebben we ook gemeend van, nou dan hoeft er geen kaart die helemaal tot, met alle straatnamen zo erbij te verantwoorden zijn. De communicatie vindt in ieder geval plaats op het hoogoverniveau, als het bijvoorbeeld gaat om boeren met LTO. En daar waar noodzakelijk, waar wij zien dat er knelpunten zijn, dan zullen we individueel in gesprek gaan met mensen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we over dit plan en over alles wat daarbij komt kijken ook heel goed de communicatie zoeken om ook op die manier, draagvlak vind ik dan zo'n niet zeggende term, om op die manier ook duidelijk te maken waarom wij deze weg inslaan met z'n allen en waarom wij ook vinden dat dit een belangrijke manier is en ook wat de gevolgen kunnen zijn voor aangrenzende grondeigenaren. Dank u wel. Mevrouw Jaspersen, PvdA. Dank u wel. In Benneveld, Noord-Sleen en Wezep wordt het bermbeheer zelf uitgevoerd. Kunnen ze dit met vaststelling van het plan op hun eigen manier blijven doen, ook al werken zij niet met een eco-maaiszuigmachine? Waar het om gaat is dat er een vorm van beheer gekozen wordt die ertoe gaat leiden dat er verschraling plaatsvindt en dat de biodiversiteit verhoogd wordt. En dat gebeurt binnen die pilot en daar er komt geen voorgeschreven werkwijze van dat moet je per se zo en zo gaan doen. Daar is die ruimte nou juist voor bedoeld in die pilots om te gaan kijken van wat voor resultaten levert dat op. Dus daar gaan we inderdaad niet in ingrijpen. Er vindt goede afstemming plaats tussen de pilots en tussen onze gemeentelijke medewerkers. Dus wat mij betreft gaan we daar vooral op die manier ook mee verder. De heer Albeling, VVD. Bedankt, voorzitter. Ik wil me ten eerste graag aansluiten bij de woorden van de heer Heling. Zelf woon ik aan een provinciale weg waar ze dit al jaren uitvoeren. En je ziet de weg geler worden van de Jacobs Kruiskruid. Ze zijn altijd net te laat met maaien, zodat het al gebloeid heeft. En ik zie het bij mezelf het land inkomen. Dus die boodschap wil ik graag meegeven. Een tweede punt, dat zijn de kosten. Ik zie op bladzijde 30 van het verslag dat er voor het hooilandbeheer €1200 per hectare per jaar staat voor het maaien. Ik maai zelf ook gras, of ik laat gras maaien. Dat is voor 3 tientjes per hectare. En dat verschil vind ik nog heel erg groot. Dus mijn vraag is er overwogen om het beheer uit te besteden, waarbij u de kosten van de investering kunt besparen. En mijn boodschap is, wilt u nog eens goed naar deze kosten kijken? Want volgens mij zijn ze exorbitant hoog. Dank u wel. Nou, misschien meer in de algemene zin, voorzitter. Uiteraard willen wij de kosten altijd zo laag mogelijk gaan houden. En daar werken we ook naar. Dit zijn wel kosten die gebaseerd zijn op onze ervaringscijfers. Maar waar het goedkoper kan, dan heel graag. De kosten die u noemt waren ook mijn ervaringscijfers. Dus ik vind ze echt exorbitant hoog. En daar wil ik niet over wegbermen, maar de natuurterreinen, ook het schapenbeheer, waar dezelfde kosten nog worden voor gerekend als het maaien. Doet u mij die 23 hectare en ik red me er wel mee. Misschien moet u na afloop maar even met elkaar spreken. Ik wou zeggen, ik vind het in ieder geval een mooi aanbod. Dus maar we zaten nog in de vragenronde. Ik keek, de heer Sopper, BBC. Dankjewel, voorzitter. Er is natuurlijk al tractie aanwezig. En de vraag is, door het nieuwe maaibeheer moet er nog extra tractie worden aangeschaft. En een korte vraag aanvullend is, niet alle bestaande tractie is al afgeschreven, bijvoorbeeld die klepelmaaiers, en die worden eigenlijk nu niet meer ingezet. Zijn die nu overbodig of worden die ergens anders voor ingezet?
Die worden beperkter ingezet en de reden dat wij ook hebben gezegd van we gaan hier in een periode van 3 jaar gaan we de omslag maken, is dat we juist op een goede manier met het al aangeschafte materiaal kunnen omgaan. Dat we niet in 1 keer een enorme afboeking moeten gaan doen, waar we dat in 3 jaar gewoon met een veel beperktere investering kunnen doen. Dus dat is de reden ook van die 3 jaar. En dan denken we dat we er zowel op een voor de biodiversiteit goede manier mee omgaan, maar ook gewoon voor onze eigen portemonnee. Dank u wel. Mevrouw Driehuisbak. Dat rond je gewoon af. In het stuk wordt afwisselend gesproken over natuurtechnisch bermbeheer en ecologisch bermbeheer. Kunt u mij dat verschil eens uitleggen? Nee, klopt, voorzitter. Als we hem strikt gaan hanteren, dan wordt er onder ecologisch beheer een vorm van beheer verstaan die, volgens mij kan de heer Six dat nog veel mooier uitleggen, want dat heeft hij hiervoor ook al een keer in de raad gedaan, waarbij er verschillende maaigangen zijn. Als wij bijvoorbeeld met de eco-maai-zuigcombinatie gaan, dan is dat geen ecologisch beheer. Het is wel een manier van beheer die voor de biodiversiteit positiever is dan de huidige manier van de maaien. Nou, daarom zeggen we het is wel natuurtechnisch, maar is niet zuiver ecologisch. Hoedemaker. Ja, ik wil even ingaan op het antwoord dat de wethouder gaf op de vraag van mevrouw Jaspers over de plaatselijke manoeuvreerruimte. Daarin gaf u aan van we gaan niet al die plaatselijke initiatieven precies voorschrijven hoe ze wat moeten doen. In het rapport doet u dat wel, want daar wordt tot op zandpadniveau aangegeven hoe vaak er gemaaid moet worden. Heeft u dan nu gezegd dat niet zo strikt is, dat u daar niet zo aan houdt? Nee, dat is zeker het uitgangspunt. Dat is ook niet iets wat voor de pilots uit de lucht komt vallen. Waar we bijvoorbeeld wel, ik ben zelf bij een gesprek aanwezig geweest met Noord-Sleen daarover, waarin we ook hebben gezegd van ja, als het nou nodig is om daar van af te wijken, omdat dat gewoon beter is, dan moet die ruimte moet er altijd in zitten. Maar dit is wel op basis van de inventarisatie wat gezegd is. Nou, dit is nodig om echt aan die verschraling te gaan werken. Maar lokale omstandigheden kunnen gewoon in de praktijk wat afwijken. En dan moet die ruimte daar vooral voor zijn om daar ook op in te kunnen springen. Resumerend, u geeft aan van goh, de lokale initiatieven mogen het blijven doen zoals ze dat naar eigen inzicht biodivers hun bermen willen beheren. En nee, ze hoeven niet gebruik te maken van de maaizaagcombinatie. Die laatste zeker niet. En de eerste ja, maar er staat uiteraard niet voor niks wat daar de beste manier wordt geacht om dat te gaan doen, om dat beheer vorm te geven. Dat is ook iets wat ook bij de pilots bekend is. En wat ik aangeef is, als lokale omstandigheden zo zijn dat een andere frequentie bijvoorbeeld beter is, dan kan dat, maar dat gaat dan uiteraard in overleg zoals er nu ook gewoon goed overleg is over de pilots. Dank u wel, de heer Heling, CDA. Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag over het maaiafval. Dat wordt nou aangeboden aan een composteerboer. Dat kost erg veel geld. Voor de pilots is een andere weg gekozen, heb ik begrepen. Dat is een vlugroute. Is er niet de mogelijkheid om het afval binnen dit gebied te houden? Want het is erg goed bruikbaar als grondverbeteraar namelijk. En aanvullend daarvan de PFAS-wetgeving. Hoe gaat die hierop inspelen? Uitwerken, moet ik zeggen. Om met het laatste te beginnen. PFAS heeft, voor zover ik weet, vooral betrekking op wat er in de bodem zit. Niet wat daarboven opgroeit. En het bermmaisel is, op dit moment wordt het aangemerkt als een afvalstof. We zijn wel aan het kijken, ook op provinciaal niveau, van wat kunnen we nou met dat bermmaisel nog. Omdat daar op allerlei manieren kan het gewoon nuttig toegepast worden. En het zou heel mooi zijn als dat zou gebeuren inderdaad binnen het eigen gebied. Wat volgens mij ook helemaal binnen de duurzaamheidsgedachte goed past.
Maar dat doen we dus niet alleen, dat doen we echt op provinciaal niveau om daar ook te kijken als daar nog hobbels zijn die genomen moeten worden, bijvoorbeeld in wet en regelgeving, dat we dat ook aan de orde kunnen stellen en dat we dan vervolgens die stappen kunnen zetten met elkaar. Dank u wel, mevrouw Jaspersen, PvdA. Dank u wel. Waarom is er gekozen voor een extern bureau? Want binnen de gemeente hebben we ook mensen die beschikken over deze deskundigheid. Klopt. We hebben gelukkig heel veel goede deskundige mensen. Alleen naast deskundigheid heb je ook beschikbare tijd nodig. En dat hebben we ook, ook aangegeven al toen we het vorige voorstel bij uw raad neerlegden. Van ja, we hebben gewoon voor de uitvoering hebben we een extern bureau nodig. Omdat we simpelweg de benodigde tijd niet hebben om dat zelf op te pakken. Dank u wel. Verder nog vragen? Die zijn niet. Nee, zijn geen vragen meer. Ja, mevrouw Drieus nog. Pak. Dank u wel, voorzitter. Nog even terugkomend op dat, het afvoeren van het maaisel inderdaad. Ik heb begrepen inderdaad dat die vrijstellingsregeling voor het afvoer van plantenresten verruimd is inmiddels. Dus dat zou wel een weg vrijmaken om dat wat makkelijker misschien in het gebied af te zetten. Dus mijn vraag is of gaat u daar actief de boer letterlijk en figuurlijk mee op om te kijken of er agrariërs zijn die dat heel graag willen willen nemen om te composteren. Kijk, volgens mij iedere andere manier van afvoeren, en zeker zoals we nu doen, dat kost geld. Dus als het minder geld kost of misschien zelfs geld oplevert, dan gaan wij daar graag naar kijken. Dus iedere verruiming van wet en regelgeving proberen we zo maximaal mogelijk gebruik van te maken. Dank u wel, de heer Heerling nog. Ja. Ja hoor, nog één vraag. Bestaat de mogelijkheid voor agrariërs om bermen te pachten? En die vervolgens het bermbeheerplan te onderhouden. Als ik de vraag in ieder geval nog niet voorbij gekregen. Dat daar, laat ik zo zeggen, er is niet gebleken bij mij van belangstelling daarvoor. Ik weet ook niet of dat een hele reële is. Dat agrariërs gaan zeggen, wij willen een berm wel pachten. Ik kan me voorstellen dat ze grond willen pachten. Omdat het dan als landbouwgrond gebruikt kan worden. En, nou, dat weet u nog beter dan ik, maar de hoeveelheid land is voor een boer van cruciaal belang tegenwoordig. Dus ik zie niet heel snel een beweging dat er gepacht gaat gaan worden. Als er initiatieven zijn om binnen de kaders die er zijn het maaien te gaan overnemen, kunnen we er altijd over praten. Maar als er dus inderdaad vraag is voor het pachten van een berm, want dat bedoel ik wel degelijk, dan kunnen ze wel contact bij u opnemen. Iedereen mag altijd contact opnemen voor een gesprek. Dank u wel. Ik kijk nog één keer rond of er verder nog vragen zijn. Die zijn er niet. Nou kijk ik even richting collega... Toch nog, meneer Bouwers, PBC. U heeft er lang even gewacht, maar... Komt ja, daar nog? Het is ook, ja, je hebt gelijk. Maar goed, het moet gesteld worden. Gebieden buiten dit beheersplan, wethouder, hoe wordt daar mee omgegaan? Komt daar ook verandering in het maaibeleid? Nee, zoals u ook in het voorstel ziet, er is een klein deel van de bermen van zeggen, het is gewoon niet geschikt om het op een andere wijze te gaan beheren. Dus die worden nog gewoon op de oude wijze beheerd. Ja, voldoende zo. Dan kijk ik even richting college of u al inkleuring kunt geven aan de vraag of als dit een bespreekpunt wordt, dat dan ook een rondje uitgesteld kan worden. Dus niet volgende week dinsdag, maar 3 weken verder wordt het dan. Ja, het is uiteraard aan uw raad. Wij hebben gemeend dat het goed is om het juist in één pakket te doen. Ook vanwege de financiële gevolgen in de begroting bij de ontwikkelingen op te nemen. Dus mijn aanbeveling zou zijn om het toch vooral wel te gaan behandelen en het dan gewoon in één keer afwikkelen. Maar het staat u raad vrij om daar een andere afweging in te maken. Maar mijn advies is behandel het. Dank u wel, die is duidelijk. Ik laat het graag aan de commissie over. Dus dan hoor ik graag uw advies over verdere bespreking en eventueel al wat inkleuring van uw mening van dit voorstel. Wie durft? De heer Albering, VVD. Ja. Wij willen het graag behandeld zien in de raad en met name een toelichting op die kosten dan.
in de eerstvolgende raad? Nee, dat mag ook in december. Helder, dank u wel. Wie volgt? Nou, uw voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard, meneer Albering. Nee, niet. Maar, meneer Hoedemaker, D66. Ja, ik ben toch heel, heel benieuwd hoe de pilots hierover denken. Op 19 november komen die bij elkaar. Dus wat mij betreft wordt die inhoudelijk nog eens behandeld in de raad in december. Dank u wel. Helder advies, mevrouw Driehuis. Wat mij betreft ook. Ja. Ja. Anderen, Heling, CDA. Nou, voor ons had het niet per se gehoeven, maar wij gaan mee. Dank u wel. Jaspersen, PvdA. Wij ook. Dank u, meneer Bouwers. Meneer Sauper knikt ook. Dan hebben wij een bespreekpunt in de raad van 17 december, krijg ik net ingefluisterd. Dus dan zal de college nog even naar de consequenties voor de begroting moeten kijken. En de heer Huizing wil nog graag een laatste woord. Gaat er gaan. Volgens mij kan de begroting doorgaan en moet uw raad dan vervolgens de afweging gaan maken van het bedrag wat gevraagd wordt voor dit bermbeheerplan. Is dat nou een bedrag wat wij, nu we de inhoud van het stuk kennen, wel of niet beschikbaar kunnen stellen? Dus wat mij betreft laat ik het initiatief daarvoor bij uw raad. Dank u wel. Lijkt me helder. Dan ronden we dat agendapunt zo af. Dan gaan we naar agendapunt 8. Even gelegenheid om even wat wisselwerk te doen. Order, zou ik bijna willen zeggen. Ik stel voor dat wij verder gaan. Ja, het is een hele pak stukken, dus we moeten het maar even wat structureren. Het is handig als ik zelf ook de stukken kan vinden. Ik stel u voor dat wij eerst even kijken of er vragen zijn over het raadsvoorstel. Vervolgens over de inleidende stukken, dat is tot en met bladzijde 8. Dan de vragen over het nieuw beleid stuk voor stuk. Dus beleidsvoorstel en dan hoofdstuk voor hoofdstuk. Kan iedereen nog volgen? Mevrouw Kaartenberg. Volgen we dan IBABS? Ja, we volgen de PDF op IBABS. Prima. Dan zitten we allemaal in hetzelfde stuk te kijken. En het is handig dat u even duidelijk het onderwerp en het paginanummer noemt waar u een vraag over heeft. Dus we beginnen met het raadsvoorstel. Zijn daar vragen over? De heer Hoedemaker is nog even aan het zoeken. Mevrouw Sieben is al wel zover. Mevrouw Sieben, VVD, gaat uw gang. Nou, ik hoop dat de vraag hier hoort. Dank u wel. Wij hebben het raadsvoorstel van 2019 gehad met alle ambities. Nu zijn er nog een heleboel ambities die nog lopen of die zelfs nog moeten beginnen of waar nog beleid voor moet worden geschreven. We hebben nu in dit raadsvoorstel, hebben het een andere naam gegeven, zijn het ontwikkelingen. Maar wat gebeurt er nou met die ambities en al die posten die daarvoor opgenomen zijn? Hoe wordt dat verwerkt? Hoe gaat dat verder? Ja. Nou, we hebben op de 12e hebben we een besluitvormende vergadering. En op het moment dat dat gebeurd is, dan worden alle posten die zoals die voorgesteld zijn als ontwikkeling, en mocht dat niet geamendeerd worden of mocht er niks aan toegevoegd worden, dan wordt dat verwerkt in de definitieve begroting en die gaat op die manier richting de provincie. En die zult u dan later ook zien. Nou, dat bedoelde ik niet helemaal. Nee. Die ambities die in 2019 zijn geformuleerd en waar nog geen beleid voor is of wat nog loopt, gaat het gewoon door? Zijn al die posten die gereserveerd zijn, gaat dat mee? Ja. Lijkt me helder. Anderen op het raadsvoorstel? Vragen op het raadsvoorstel? Die zijn er niet. Dat is mooi. Dan hebben we die gehad. Dan gaan we naar de inleidende stukken. Dus dat is de programmabegroting tot en met pagina 8, zeg maar. Zijn daar vragen over? Mevrouw Driehuis, gaat u gaan.
Nou, ik hoop dat wij hebben geen paginanummers of wat dan ook, maar goed, ik kom hier iets tegen in het eerste hoofdstuk. De verhogingssubsidie van het museum, daar stelt u voor dat zij met een plan komen. Hoe staat het museum daar tegenover? Ja, we zijn al iets verder, maar... Dat zijn de nieuwe ontwikkelingen en het nieuwe beleid. Dan parkeren we hem even. Dus tot en met pagina 8. Op de PDF in IBAPS, daar staan gewoon paginanummers op. Tenminste, bij mij wel. Ja, ja. Dus daar zijn we het over eens. Ja, mevrouw Sieben, VVD. Ja, ik heb een... Dank u wel. Ik heb een vraag over duurzaamheid. Die zie ik hier staan op pagina 8. We zijn steeds heel groot aan het denken, hè? Zonneparken en in windmolens en weet ik wat voor enorme projecten allemaal. Nu is er in juni 2019 is er een motie aangenomen, die heeft de BBC ingediend, over de windmolens. En dat waren die kleine windmolens. Hoe staat dat ervoor? Hoe staat het daarmee? Daar wordt hard gewerkt aan het voorstel om dat mogelijk te gaan maken. Het kan mogelijk gemaakt. Uw raad heeft ook duidelijk aangegeven. Wij willen graag dat het mogelijk wordt gemaakt. En het is nu zoeken. Daar hebben we de afgelopen periode voor besteed. Van wat voor voorbeelden zijn er al. Want we hoeven het wil niet opnieuw te gaan uitvinden. En hoe kunnen we dan vervolgens daar onze eigen afweging nog maken. En die aan u voorleggen. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Ja, goed. Maar... Daar nog een vervolgvraag over stellen. In de tekst van de motie is opgenomen dat die aanvragers, die al wat hadden ingediend, dat er op korte termijn een maatoplossing zou komen. Zijn jullie daarmee bezig? Nee, we hebben een bericht ook gestuurd naar degene waarvan wij wisten dat die interesse hebben. En onze conclusie is dat de maatoplossing... dat die doorlooptermijn langer gaat duren dan de manier waarop we hem nu gaan doen. En ook nog eens tot hogere kosten gaat leiden voor de aanvragen. Dus dat leek ons in ieder geval niet ongewenst. Dus we hebben wel de aanvragers daarvan op de hoogte gesteld dat we ermee bezig op dit moment zijn. Maar de maatwerkoplossing hebben we dus eigenlijk gezegd van nou, het klinkt heel leuk, maar het is geen verbetering. Ja, dan moet je afvragen of je het wel wilt gaan doen. Een vraag nou, ja, vanaf nog of gaat vraag. Het al de discussie in nee, de Nee, dat is, hoeft niet de discussie te zijn. Maar u vindt het geen verbetering? Ik vind de kleine windmolens een absolute verbetering als we dat zouden kunnen gaan doen. Alleen de procedure die gevolgd zou moeten worden als we iedere windmolen op zich als maatwerk gaan behandelen. Dat is een procedure die uitgebreider is. En die kostenrovender is voor de aanvragen. Dus daarom is die procedure is geen verbetering. Maar de kleine windmolens op zich, daar zijn we het volstrekt over eens dat dat een hele mooie ontwikkeling zou zijn als wij daar ruimte voor gaan bieden. Oké, dank u wel. Andere vragen tot en met pagina 8. Die zijn er niet. Dan komen we aan de kop ontwikkelingen. Dat zijn de nieuwe beleidsvoornemens en die wilde ik even stuk voor stuk aflopen. Om te kijken of er vragen zijn. Over de inleiding daar vragen over. Niet over de brandweerputten. Ook niet dienstverlening daar vragen over. Ja, mevrouw Driehuis, pak. Dank u wel, voorzitter. U gaat de komende 2 jaar toewerken naar optimale online dienstverlening. Hoe gaat u ervoor zorgen dat ook laaggeletterden straks in staat zijn hiervan gebruik te kunnen maken? Ja, dat zal meer zijn dan alleen maar de kwestie van kritisch kijken naar de teksten die we gebruiken. Dan moeten we ook denken aan andere technieken. Het brede scala van de mogelijke digitaal aanbod komt dan langs. We hebben laaggeletterdheid op de agenda staan, collegebreed. Dus dat dient zich ook te vertalen naar de oplossing. Een belangrijke rol lijkt mij daar ook weggelegd voor degene die we voorstellen om ook aan te stellen, de webmaster. Die natuurlijk moet zorgen dat de content goed zich vertaalt in digitaal aanbod. Maar wat mij betreft natuurlijk ook een zeggenschap heeft in de vorm waarin dat het beste kan gebeuren om juist ook de laaggeletterden goed te bereiken. Ervaringscijfers, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ervaringscijfers laten overzien dat bijvoorbeeld via een app...
laaggeletterden verrassend genoeg goed in staat blijken om dat te gebruiken. Dus dat hoort zeker tot de mogelijkheden. Dank u wel. Verder op 2 dienstverlening, online dienstverlening. Zijn er niet. Dan 3 ambtelijke organisatie opleidingskosten, daar vragen over. Ook niet. 4 kunst en cultuur, verhogingssubsidie museum. Dat is de vraag van mevrouw Driehuis. Nou, ik geloof niet dat ik hem dan nog een keer hoef te stellen. Dus. Nee, volgens mij was uw vraag hoe het museum er zelf in staat. In de verhoging van de subsidie uiteraard positief. Dat kan ook niet anders. Zoals u weet, het museum heeft zowel als het gaat om huisvesting als inhoudelijk. En die twee die hangen gewoon ook echt met elkaar samen. Hebben ze ambities die passen ook heel goed bij wat wij graag willen met het laten zien van de historie van niet alleen de stad, maar misschien ook wel de rest van de gemeente ook nog wat meer. En daar past het heel mooi in. En het museum geeft zelf ook aan dat nou ja, eigenlijk de tekst zoals die hier staat, dat dat een ontwikkeling is die zij graag ook ingaan. Dank u wel. Anderen op 4. Ja, de heer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. In het stuk staat verwacht wordt dat het museum in 2020 een plan ontwikkelt om eigen kosten te genereren. Kunt u aangeven of dit dan betekent dat onze bijdrage dan omlaag kan? Nou, zoals u ziet hebben we de subsidie structureel opgenomen, de subsidieverhoging. Dus dat is niet in eerste instantie. Het museum wil gewoon veel meer gaan doen en wil daarvoor graag minder afhankelijk zijn. Het zou ook kunnen betekenen dat het museum gewoon een nog verdere groei gaat doormaken. Vandaar dat wij nu hebben gezegd, voor alle helderheid moet dit gewoon ons subsidiebedrag zijn zoals we hem beschikbaar stellen. En dan gaan we met elkaar volgen wat er aan andere inkomsten binnenkomt. En hoe dat ook te rijmen valt met de ontwikkeling van het museum zelf. Dank u wel. Verder nog? Niet. Dan 5. Ook kunst en cultuur, verhoging bijdrage aan bibliotheken. Daar vragen over. De heer Blanken, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, goed, tijdens de bezuinigingsronde is bij de bibliotheken veel er vanaf gegaan, veel geld. Klopt het dat we nu alweer aardig richting dit bedrag gaan wat we voor de bezuinigingsronde hadden? En ja, wat betekent dat dan? Wat is er dan veranderd in de tussentijd? Dat klopt, daar zijn we alweer aardig naartoe aan het gaan. Wat is er veranderd? Een van de grootste dingen die veranderd is, is de subsidie die de provincie verleent aan Biblionet. Die subsidie bestond uit 2 delen, waarvan de provincie zei, nou, 1 deel dat hoort echt bij ons. Een ander deel vinden wij eigenlijk niet de provinciale taak om dat deel van de subsidie te gaan verlenen. En dat deel dat heeft ook een omvang van 100.000 euro per gemeente. Nou, de provincie heeft gezegd dat willen wij voor de periode van de cultuurnota, willen wij dat bedrag niet via de provincie naar Biblionet doen. Wij geven het aan de gemeente, wij verwachten dat de gemeente dat vervolgens doorzet naar Biblionet. Daar, dat is in 2 fasen gegaan. Die eerste fase hebben wij bij de afspraken die wij hebben gemaakt bij het vaststellen van de bibliotheekvisie met de bibliotheek afgesproken dat zij die kosten ook al voor rekening zouden gaan nemen. Nou, dat bleek iets te optimistisch te zijn dat dat ook kan. Het tweede deel van de 50.000 is dus eigenlijk gewoon een bedrag wat de provincie heeft weggehaald uit de financiering. Vervolgens aan ons geeft met als doel om ook door te sluizen. Dus daarvan hebben we gezegd dat moeten we gaan doen. En daar zijn wij gewoon te kort door de bocht geweest omdat vorig jaar bij de begroting te gaan concluderen dat dat wel of dat wij dat niet hoefden uit te betalen. Dus dat moest wel. Nee, laat ik me even resumeren. 50.000 zijn we dus gewoon te kort door de bocht geweest. 50.000 hebben we gezien dat de bibliotheek niet helemaal kon waarmaken dat ze die bezuiniging hebben. En zien we dat er een aantal taken zijn bijgekomen. Bijvoorbeeld op het gebied van de leesbevordering gekoppeld aan aanpak laaggeletterdheid. Waardoor wij het ook wel te verantwoorden vinden om ook dat deel gewoon over te maken.
En wij sluizen nu dus eigenlijk gewoon één op één de subsidie die we van de provincie krijgen door naar de bibliotheek. Dank u wel. Verder nog op dit onderwerp vragen? Die zie ik niet. Dan gaan we naar beleidsvoornemen 6. En dat is geld beschikbaar stellen voor het vieren van 75 jaar bevrijding. Daar vragen over. Die zie ik ook niet. Dan 7. Beleidscapaciteit ter beschikking stellen voor woon- en leefomgeving. Daar vragen over. Niet. 8. Gezondheidszorg. Ook niet. Het is allemaal duidelijk volgens mij. 9. Kunst en cultuur, culturele gemeente 2021-2022. Ja, mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Mogen we er bij dit punt van uitgaan dat de verschillende culturele organisaties binnen de gemeente en anderen die dat willen daar in voorbereiding een bijdrage in of aan kunnen leveren? En is het aanjaagteam daarin de plek voor verbinding? Ja, u mag er absoluut van uitgaan, want volgens mij een van de uitgangspunten van de culturele gemeente is juist dat dat van onderop moet gaan komen. Dus dat kan vanuit bestaande organisaties en instellingen zijn, maar wat mij betreft is, om te beginnen komende donderdag bij de stadbijeenkomst. En ieder die ook maar enige idee heeft of wil meepraten is daarvan harte welkom om mee te denken. Het moet echt het cultureel feest van iedereen in de gemeente worden. Dus iedereen wordt ook van harte uitgenodigd om daaraan bij te dragen. Dank u wel. Verdere vragen over culturele gemeente? Nee, die zie ik niet. Dan gaan we naar 10. Dus ook kunst en cultuur, versterkende en uitdragende cultuuraanbod. Niet. 11. Onderzoekskosten, vitale vakantieparken. Mevrouw Driehuis, pak. U heeft het over dat verdere verpaupering moet worden tegengegaan en aanwezige criminaliteit en ondermijning kan worden gestopt. Heeft u daar signalen van dat dat ook daadwerkelijk gebeurt en wat zijn dat dan voor signalen? Nou, wat het precies voor signalen zijn, daar gaan we hier in deze raadzaal waarschijnlijk toch maar niet op in. Maar dat er dingen gebeuren die niets met recreatie te maken hebben. Dat is wel duidelijk. Anders hadden we dat hele traject voor vitalisering van de vakantieparken natuurlijk ook niet opgestart. En de ondernemers die het betreft, of de parken die het betreffen, die hebben daar zelf ook mededeling van gekregen via de onderzoeken die zijn geweest en die ook aan hun verstrekt zijn. En op basis daarvan gaan we, van dat uitgangspunt, gaan we aan de slag met de parken. Dank u wel. Verder op dit onderwerp? Niet. Dan gaan we naar 12, dat is in wezen capaciteit, invoering omgevingswet. Daar vragen over. Ook niet. 13 is het bermbeheerplan en dan nog een stukje over snoeien en herstel biodiversiteit. Niet. 14 duurzaamheid. Ook niet. 15 toezicht en handhaving. Ook geen vragen over. 16 mobiliteit. Ja, 16 mobiliteit, mevrouw Driehuis. De uitvoeringsagenda fietsnota, wanneer wordt deze aangeboden aan de raad? Wij zullen de fietsnota op hele korte termijn, daar zit al een uitvoeringsagenda bij. Wat daar nog niet bij zit is het financiële plaatje wat daarvoor nodig is. En dat is de bedoeling omdat, volgens mij hebben we nu gezegd, uiterlijk begin tweede kwartaal aan u voor te leggen. Zodat de acties die we voor 2020 op stapel willen zetten, dat die ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. En vervolgens is de bedoeling dat de agenda eigenlijk jaarlijks in aanloop naar de begroting bij uw raad bekend is, zodat die kan meelopen voor het jaar daarop. Dank u wel, mevrouw Sieben, op hetzelfde onderwerp, fietsnota en fietspaden. Dank u wel. Wij hadden onlangs het genoegen om te spreken met dorpsbelangen in Wachten. En die vertelde ons dat ze al 27 jaar in de onduidelijkheid zitten over de verlichtingen van Wachten richting de Valsteeg in Dalen. Nou vraag ik me af, wanneer wordt dat gerealiseerd? Is dat meegenomen in die fietsnota? Hetzelfde gaat over het fietspas tussen het Haantje en Noordsleen. Dus wanneer komt daar duidelijkheid over? De Valsteeg, kan ik in ieder geval zeggen, is een traject wat bekend is, wat ook
in de knelpunten op de schoolroutes is aangegeven. Dus dat wordt meegenomen. Hoewel overigens dit gaat, deze nota gaat over het fietsen en de fietspaden zelf. Het gaat nog niet over de verlichting, maar zoals u weet willen we ook de verlichting op de schoolroutes aanpakken. En het traject Haantje Noordsleen durf ik u zo uit mijn hoofd niet te zeggen. Maar als u nog even geduld heeft, kunt u het lezen in de fietsnota. Dat laat ik dan maar graag bij mevrouw Sieben afzij, zoveel geduld heeft. Verdere vragen nog op dit onderwerp? Nee, die zijn er niet. Dan komen we aan 17, dat is de huisvesting van de nieuwe vesten. Zijn daar vragen over? Ja, de heer Holtis, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. In het stuk valt te lezen dat om in 2020 tot verdere planvorming te komen, rekening gehouden wordt met 50.000 euro voor onderzoekskosten. Waar moet ik dan aan denken? Aan welk onderzoek? Waar het dan vooral om gaat is, wij zijn nu het afgelopen anderhalf jaar al zijn wij in gesprek met de nieuwe vesten om eigenlijk langzaam af te pellen welke scenario's er allemaal zijn en welke het meest realistisch zijn. Er zijn nu nog een aantal scenario's over. De keuze die we binnenkort moeten gaan maken is welke scenario's we verder uitgewerkt willen hebben. En dan gaat het dus echt om een behoorlijk gedetailleerde uitwerking van de verschillende scenario's. Nou, daar zijn gewoon kosten voor nodig om dat goed op een rijtje te gaan zetten. En dat soort kosten, daar gaat het om. En daar is de bedoeling dat zowel wij als de nieuwe vesten een bijdrage aan gaan leveren. U zegt, daar zijn we drukdoende mee bezig, maar dat is vanuit de ambtenarij, neem ik aan. Dus de mensen die al in dienst zijn van de gemeente, waar zit dan die 50.000 in? Wordt daar derde nog bij ingehuurd? Ja, u zult begrijpen dat wij gedetailleerd uitwerken van zo'n heel scenario en van een heel plan voor nieuwbouwen, voor renovatie, dat wordt niet door onze ambtelijke organisatie gedaan. Daar wordt gewoon externe deskundigheid voor ingehuurd en dat doen we gezamenlijk, zoals ik zei, met de nieuwe vesten. Dank u wel. Volgens mij zijn meneer Blanken ook. Ja, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik stel hem hier, maar ik had hem ook een eindje verderop kunnen stellen. Maar ja, mijn vraag is, is er al gevoel en orde van grootte bij de kosten voor de nieuwe vesten? Heeft u daar al enig idee ongeveer? De kosten voor de ontwikkeling qua nieuwbouw / renovatie, totale kosten? Ja, dat is een bedrag van, het gaat om meer dan 20 miljoen in totaal. En hoe dat dan precies gefaseerd wordt weggezet, nou, dat is ook een van de dingen waar we het over hebben. Maar het lijkt me goed als we daar, zodra we daar wat meer duidelijkheid over hebben, dat we daar uw raad ook over bijpraten. Want ik denk dat als we nu gewoon allerlei bedragen gaan noemen, dan gaan die ook een eigen leven leiden. En dat lijkt me niet heel verstandig nog. Nou, ik wil u ook nog graag een suggestie doen om in de planvorming rekening te houden met de btw-verrekening voor overheden. Wij, kijk, zoals ik al zei, wat we gaan doen is kijken welk scenario of welke scenario's we de gedetailleerde willen uitwerken. Dan is er meer duidelijk over het exacte kostenplaatje. En de volgende stap die we dan zullen moeten gaan zetten is kijken op welke wijze het best gerealiseerd kan worden. Want er kunnen grote voordelen aan zitten door het juist wel als gemeente te gaan doen. Niet als gemeente te gaan doen, maar bijvoorbeeld de scholen te laten doen. Of wellicht een derde. Dus al dat soort opties die er zijn qua bekostiging en financiering, die worden in dat stadium worden ze goed meegenomen. Nou, dat is de suggestie die u doet, wordt daar uiteraard ook in meegenomen. Dank u wel. Dan kijk ik of er verder nog vragen zijn op dit onderwerp. Die zijn er niet. 18, uitbreiding capaciteit internationale samenwerking. De heer Stokerpak. Ja, voorzitter, dank u wel. In het stuk is te lezen dat ons internationaal beleid zich richt op het bieden van meerwaarde in sociaal-economisch opzicht verkoevoerde ons bedrijf en inwoners. Ik heb daar een aantal vragen over. Zal ik ze stuk voor stuk doen of mag ik ze achter elkaar doen, voorzitter? Nou, doe maar even één keer stellen. Volgens mij kan de minister er prima over zien. Dank u wel. Gaat het hierbij over de contacten met Wit-Rusland en China?
Als we het hebben over sociaal-economische waarden, is er dan ook gesproken, hebben we het dan ook over mensenrechten en schendingen daarvan? Dat is dan inderdaad een vraag die ik daarbij heb. En tegelijkertijd, u bent ook op bezoek geweest met een delegatie in Brest. De vraag die ik daarbij heb, is er ook aandacht geweest voor de rechten van de LHBT-gemeenschap in Wit-Rusland? En kon dit in alle openheid of moest dat anderszins besproken worden als het besproken is? Ja, voorzitter, ik denk dat ik het allemaal heb meegekregen, maar het gaat niet echt over de voornemens in de begroting. Ik vind het prima om daar antwoord op te geven overigens, maar dat is aan u. Evaluatie van de meest recente reis naar Brest. Binnenkort is een evaluatieoverleg gepland met de deelnemende leden van uw raad en de overige aanwezigen. En daar zal het thema wat de heer Stoker aan het recht ook aanroert en natuurlijk ook de revue passeren, want het stond wel degelijk op de agenda, is ook besproken geweest. Maar hoe of wat, daar komen we nog nader over te spreken. Misschien toch even de link naar de begroting wel leggen. China, capaciteit China is niet een onderliggende motief voor de vraag die hier nu op tafel ligt. U weet dat we met een verkenning bezig zijn over de vraag of wij brood zien, figuurlijk gesproken, in een relatie met een plek in China waar de provincie Drenthe ook een relatie mee heeft. Dat onderzoek loopt nu. Dus het zou te vroeg zijn om vooruit te lopen op een eventuele consequentie daarvan. Eigenlijk is wat hier staat in lijn met het geconstateerde in de tussenevaluatie u bekend. Waarin staat, ja, er zit eigenlijk heel veel potentie in niet de verwegcontacten, maar juist ook het intensiever bezig zijn met datgene wat zich met name nu ook in de directe grensregio afspeelt. Ten opzichte van de tussenevaluatie is inmiddels een nieuwe situatie ontstaan dat op twee aspecten. Eén, dat grensoverschrijdende samenwerkingsverband met de samenwerkingsagenda die nu is vastgesteld, samenwerkingsovereenkomst tussen Noord-Nederland en Neder-Zaksen. Daar zien we een grote kans in, maar daar moeten we ook wel capaciteit beschikbaar hebben om daar echt op inhoud mee bezig te kunnen zijn. En het tweede aspect is dat een aantal grensgemeenten rondom het landkruis Graafschap Bentheim ook gebruik wensen te maken van het feit dat er nu net een nieuwe landraad benoemd is. En dat we bijvoorbeeld de voorziene aanleg van een personenvervoer per rails willen benutten om een bredere maatschappelijke positionering vanuit het belang van 4 Nederlandse grensgemeenten en 4 Duitse tegenvoeters om dat vorm en inhoud te geven. Ook dat vraagt capaciteit. En we zien dat de versplintering die nu aan de orde is geweest de afgelopen tijd van capaciteit in 16e eigenlijk gewoon te mager is om dat allemaal te kunnen doen. En over de overige aspecten, meneer Stoker, kom ik graag binnenkort met u te spreken over een ander onderwerp dan de begroting. Dat lijkt mij heel goed. Zodoende moet de tweede helft nog steeds een haalbare doelstelling zijn, zou ik zeggen. De heer Hoedemaker, zag ik ook signaleren. Nou, het gras is me heerlijk voor de voeten weggemaaid. Ecologisch bermbeheer noemen we dat. De burgemeester geeft al keurig prachtig antwoord op de vraag die ik geformuleerd had. Namelijk, gaan we ons richten op de kansen uit de notitie over de grens hier dichtbij of ver weg? En ik begrijp dat het heel hier dichtbij gaat zijn. Dus mijn vragen zijn beantwoord. Dank u. Mooi, dank u wel. Anderen nog met vragen op dit onderwerp? Die zijn er niet. Oké, en dan komen we aan een hoofdstukje financieel effect en dekking van deze voorstellen. Zijn daar vragen over? Ja, mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. Ik heb toch even achter mijn oren gekrapt, omdat we €560.000 uit de algemene reserve onttrekken. En vorig jaar was dat ongeveer een doodzonde. Toen wij daar iets over hebben voorgesteld, maakt het dit jaar iets makkelijker, want er kan dus wel wat uit die algemene reserve. Ik vraag me alleen af, hebben jullie ook nog naar andere dekkingen gezocht dan alleen maar uit die algemene reserve? Nou ja, we hebben natuurlijk onze financiering van ons staande beleid, en daar hebben we gewoon op geld gezet. En de ambities, nieuwe ambities, die voorzien we van nieuw geld. Maar we hebben ook nog een overschot, een 2 miljoen die we extra sparen. Dat betekent dat we eigenlijk nu feitelijk geen 2 miljoen sparen, maar iets minder.
Het is ook een stukje techniek in dit geval. We halen dit geld dus via de techniek uit de algemene reserve. Dat is techniek. Dan heb ik de volgende keer een heel goed antwoord. maar ik heb daar nog wel een vervolgvraag. Maar als u minder wilt sparen, dan moet u dat gewoon zeggen. Nee, dat zeg ik niet. Ik vraag me alleen wel af of er staan in die ontwikkelingen een aantal posten, bijvoorbeeld die brandweerputten. Waarom is dat niet gewoon beleid? Waarom moet dat extra? Waarom is dat een ontwikkeling? Ik wil niet zozeer op die inhoud ingaan. Dat gaat ook om bijvoorbeeld de subsidie van die bibliotheken. Die komt volgens mij vanuit de provincie. Maar dat staat hier wel weer op. Ja, kijk, als het om begrotingstechnische zaken gaat, dan ben ik waarschijnlijk aan de beurt. Het gaat erom dat het zaken zijn waar wij nog geen beleid op hadden. En wat aanvullend is en waarvan wij hebben gezegd dat zijn ambities, dat is geen staand beleid. En als daar een toevoeging voor moet komen en we moeten er extra geld voor vragen, dan zullen we bij u als raad ook te raden moeten gaan en ook voorstellen om dat geld ter beschikking te stellen. We maken het u daarin, en dat is ook toch weer techniek, proberen het u wat makkelijk te maken om in één hoofdstuk al die zaken op een rit te zetten, zodat u een overzicht hebt van al die nieuwe zaken die spelen. Misschien voorzitter, als aanvulling voor de bibliotheek. Daar heeft u gelijk in. Waar het niet dat uw raad op voorstel van ons eerder een besluit heeft genomen om die ton subsidie die we vanuit de provincie ontvangen, om die niet door te sluizen, maar om die als algemeen dekkingsmiddel voor onszelf in te gaan zetten. En daar komen we nu dus op terug, omdat wij, de onderbouwing hebben we het al eerder over gehad, omdat wij denken dat dat toch niet de juiste manier is. En anders had hij inderdaad hier niet in dit overzicht hoeven staan. Oké, dank u wel. Verder nog op de financiering en dekking. Niet dan een aantal beleidsvoornemens die nog niet van dekking voorzien zijn of van financieel voorstel. Centrumvisie, uitgebreid aan de orde geweest in dit huis, dus daar is niks meer over, neem ik aan. 20, vervolg Dutch Tech Zone. Ja, mevrouw Driehuispak. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen, dus ik zal ze gelijk allemaal maar in één keer stellen. Dat is misschien wel zo handig. U heeft het over de evaluatie van volgend jaar. Wordt de raad daar ook actief bij betrokken? En zullen er dan ook concrete gegevens bekend worden op grond waarvan de raad straks kan zeggen of we wel of niet door willen gaan met de Dutch Tech Zone? Hoe staan andere gemeentes daarin, gelet op de soms wat moeilijke financiële positie van verschillende partijen? Uitspraken van bijvoorbeeld Hogeveen, dat minimale de uitgaven ook weer een investering in Hogeveen moet zijn. En wanneer kunnen we het jaarplan Dutch Tech Zone 2020 tegemoet zien? Nou, op die laatste vraag moet ik het antwoord nog even schuldig blijven, maar wel heel binnenkort. Dat zou ook bijzonder zijn als het niet zo was, want 2020 dat is al bijna. Als het gaat om die evaluatie, uiteraard, die evaluatie, daar wordt u actief bij betrokken. We doen niet voor niets natuurlijk die evaluatie. Het is ook belangrijk dat, en dat heb ik ook in voorgaande vergaderingen toegezegd. Ik toch even van de leg zometeen. Maar goed, het is de bedoeling dat u daar ook vanuit de voorgaande vergadering, wat ik heb aangegeven, dat u daar ook actief in meedenkt. Ik wil wel memoreren dat de Stekson, maar ook de Stekson is vooral gericht op die clustering. Dat is het uitgangspunt. Dat krijgt steeds meer voet aan de grond. Dat krijgt steeds meer draagvlak. Dat zal ook uit de evaluatie blijken. En ik denk ook dat, dat het belangrijk is dat we constateren dat Dutch Tech Zone als programma onderdeel is van de regio-deal. Dus daar hebben we hem ook in geschoven. We hebben daar gelijk al een hoop stakeholders, dus ondernemers, onderwijs en overheid ook aan tafel zitten. Dus hoe denken andere gemeenten daar dan over? Voor mijn gevoel steeds positiever. Er gaat ook steeds meer energie in zitten. Er komen ook weer nieuwe ondernemers bij. Dus ja, ik zie dit wel groeien. En het krijgt dus ook steeds meer draagvlak. Het is wel lange adem om
Voorbeeld te geven, heb ik al vaker gezegd, hoe dat in Eindhoven is gegaan, hè, bij Brainport. Dat heeft zo ongeveer een kleine 20 jaar geduurd voordat er echt revenuen kwamen. Zolang willen wij er niet over doen, heb ik steeds gezegd. Maar het is wel belangrijk dat we vasthouden aan regionale samenwerking op economisch gebied. In welke vorm ook. We hebben daar nu voor een periode regio-deal geld voor gekregen. Maar dat Dutch Taxon-programma, dat blijft ook na die tijd. Althans, wat betreft de program board, blijft daarna ook gewoon doorgaan. Dank u wel. Uitgebreide beantwoording. Verder nog over Dutch Taxon. Ja, de heer Boy, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dat roept bij ons eigenlijk de vraag op. Het aantal arbeidsplaatsen dat het in de regio opgeleverd heeft, kan u misschien vertellen. Maar is het ook wat u van tevoren van verwacht had? Ja, als ik dan, dat is maar net, hoe ver ga ik terug? Als ik terugga naar vierkant voor werkperiode in 2014, 2015, dan zeg ik nou, dan is het ver boven mijn verwachting uitgestegen. Want toen had ik daar nog niet zo'n hoge verwachting van. Als ik kijk hoe we nu varen, dan ja, vind ik wel, en ik hoop nog steeds dat het wat sneller gaat. Alleen ik weet ook, des te harder je doet, des te meer tegengehangen wordt. Dus zo werkt het ook niet. Het moet ook op een organische manier ontstaan. Als het gaat over arbeidsplaatsen, ja, we hebben twee zaken die we daar moeten onderscheiden. We hebben een bedrijvenregeling, die ja, hoegenaamd ook een beetje onder de Taxon valt. Maar de Taxon zelf als programma is vooral gericht op die clustering. En als het om de arbeidsplaatsen gaat, ja, dat is altijd heel lastig om dat te duiden. Want je weet niet hoeveel arbeidsplaatsen er zouden zijn verdwenen. Je weet niet wat de marktontwikkelingen zijn. Maar wat we in ieder geval straks kunnen constateren is dat als de afwikkeling van de subsidieverstrekking van Dutch Taxon, van de bedrijvenregeling daar is en wij die evaluatie hebben, dan kunnen wij ook zien of de bedrijven hebben gedaan wat ze beloofd hebben. En volgens mij moeten we juist daarna kijken. En die bedrijvenregeling was niet alleen bedoeld voor arbeidsplaatsen, maar die had ook andere elementen in zich op basis waarvan ze de subsidie hebben verstrekt gekregen. En daar wordt op getoetst. U zegt, zoals we nu varen, hoe varen we nu? Nou, ik heb het net al gezegd, hè. Ik ben enthousiast en dat blijf ik ook. En we zijn regionale benadering van economie, zijn we echt absoluut nodig. We zoeken ook de verbinding met Zwolle. We zoeken de verbinding over de grens. Dus ja, ik denk dat dit een hele slimme samenwerking is. Dank u wel. Verder op dit Taxon niet. 21 groot onderhoud gebouwen, daar vragen over. Ook niet. Duurzaamheidsgebouwen. Ook niet. 23 aanpassingen klimaatadaptatie. Ook niet. Dan zijn we daardoor, door de nieuwe beleidsvernemers, zijn we doorgekomen aan de programma's. En die stel ik aan de orde programma voor programma in zijn geheel. Programma 1 is economie, onderwijs en cultuur. Zijn daar vragen over? Mevrouw Driehuispak. Ten aanzien van het onderwijs zien we verschillende ontwikkelingen, waaronder het beeld van leerplicht naar leerrecht. Zijn onderwijsinstellingen in onze gemeente daar zich voldoende bewust van en bereiden ze zich daar ook op voor? Ja, volgens mij kan ik daar wel een antwoord op dichten, maar ik denk dat u die vraag toch gewoon echt aan de onderwijsinstellingen zelf zou moeten stellen. En als u mij vraagt, is mijn indruk dat het onderwijs zich daarvan bewust is, dan is dat in ieder geval een ja. Dat is een kort antwoord, dank u wel. En verder op programma 1, ik dacht dat ik hier ook... Ja, de heer Heerling, CDA. Ik heb een vraag over de toekomst van bedrijventerreinen. Er staat, we verkennen de mogelijkheden voor een regionaal bedrijventerrein bij de A37... moeten we dan denken aan een nieuw bedrijventerrein of een aansluiting bij een bestaand bedrijventerrein? We zijn eigenlijk niet zo voor een nieuw bedrijventerrein. Ik denk, ik wacht even bij de beantwoording. Ja, wie weet zit er nog een leuk aanbod in. Maar... Ja. Ik denk Ben Com Company.
Nou, het is zo dat de verkenning moet nog plaatsvinden. En voordat we zeggen, ja, we zijn ergens voor of zijn ergens tegen, het lijkt mij nog een beetje vroeg. Wat we bedoelen met een regionaal bedrijventerrein, ja, dat betekent ook dat we daar over de grens van onze gemeente heen kijken. En met wie doen we dat samen? Dat kan ook met Hogeveen zijn, maar het kan ook met Emmen zijn. En langs de A37, ja, dat zijn toch wel een aantal kilometers. Maar laten we zo zeggen, ik heb niet de illusie dat bij deze winter een extra afslag komt. En ik heb ook niet de illusie dat we op dit moment denken aan bijvoorbeeld de afslag Oost-Zeeslandalen bij Wachtum. Daar denken we niet aan. Dank u wel. Ja, voldoende zo. Ja, mevrouw Kaatsberg. Ook CDA. Ja. Over op pagina 27 over de maatregelen onderwijs, jeugdhulp en leerplicht. Daar gaat het over dat het overleg onderwijs, jeugdhulp uitgebreid wordt naar alle samenwerkingsverbanden. En dat die ervaringen worden gedeeld via het LEA. Wat is het doel van deze maatregel? U bent al bij het volgende programma. We zitten nog bij programma 1. Nou, dan kan de wethouder zich nu even voorbereiden. Zo is het. Dan zal er vast een dijk van een antwoord komen. Verder op programma 1, zijn daar nog vragen over? En anders geef ik het woord gewoon terug aan mevrouw Kaatsberg. Programma 1, geen vragen meer? Nee, dat zul je altijd zien. Mevrouw Kaatsberg, u had een vraag. Pagina, nee. Het doel is wat mij betreft om de afstemming heel breed tussen onderwijs en jeugdhulp, om die nog verder over de volle breedte te verbeteren. Volgens mij weten we allemaal hoe belangrijk het onderwijs is, omdat daar kinderen heel veel tijd niet alleen doorbrengen, maar ook van alles wordt bijgebracht, omdat ze daar heel veel weten, zien aan kinderen. En ik denk dat het heel goed is dat wij daar ook vanuit de jeugdhulp de optimale verbinding mee leggen. En dat zijn we nu, hebben we dat ingezet met een deel van het onderwijsveld en dat willen we heel graag verbreden. Dank u wel. We zijn dus nu bij programma 2, werk, jeugd en zorg, bladzij 24 en verder. De heer Hoedemaker, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hang mijn vraag op aan de doelstelling doorbreken generatiearmoede, maar ik had hem ook kunnen stellen als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid. Want bij de beantwoording van de technische vragen gaf u aan dat het heel moeilijk is om mensen te vinden die mee willen doen aan pilots, laaggeletterdheid, doorbreking, generatiearmoede, vanwege schaamte en zo verder. Zijn dit soort dingen allemaal op basis van vrijwilligheid of worden mensen ook wel eens gewoon aangemeld? Is er ook wel eens iets van bemoeizorg aan de hand? Zal ik beginnen met laaggeletterdheid? Want volgens mij bij generatiearmoede ligt het sowieso al iets anders. Bij laaggeletterdheid is inderdaad een veelvoud aan manieren waarop mensen komen. Wat we nu vooral zien is dat we veel mensen met een NT2-achtergrond krijgen. Nou, daar geldt dat schaamte niet voor, want iedereen die in een ander land komt, daarvan is het vrij normaal dat je de taal niet goed spreekt. Dat geldt niet voor de zogenaamde NT1'ers. En daar... We hebben ook nog publiek, meneer Huizinga. Ja, ik probeerde het te vermijden. Ik was op zoek naar een wat gangbaardere term. Mensen die Nederlands als eerste taal hebben. Daarvoor geldt uiteraard het aspect, of uiteraard helaas geldt daar het aspect schaamte wel voor. Voor een deel van de mensen die zien in iets concreets wat er gebeurt een aanleiding om zich toch aan te melden voor een taaltraject. Maar het gebeurt ook gewoon dat mensen, bijvoorbeeld een partner, een vader, een moeder, een ander familielid, een vriend aanmelden. Dat levert dan soms wel hele mooie situaties op, omdat niemand dat heel graag wil. En uiteindelijk, ik heb laatst ook een verhaal van iemand gehoord die zei, ja, ik ben achter mijn rug om aangemeld. Daar ben ik eigenlijk nog steeds wel boos over dat gebeurd is. Maar ik ben ook zo dankbaar dat het gebeurd is. Dus nou, op iedere mogelijke manier kan dat. En dat is volgens mij aan bijvoorbeeld het taalpunt om daar op een goede manier mee om te gaan. Zodat het niet blijft bij alleen maar een aanmelding. Maar dat mensen ook echt gemotiveerd worden om ermee aan de slag te gaan.
Ja, dan kunt u ook altijd nog een non-formeel traject met die mensen aan. Ja, er is nog een, naast formeel en non-formeel, nog een derde vorm. Volgens mij ook met het oog op de tribune, voorzitter, zullen we het daar maar niet over gaan hebben. Dank u wel. Ik hoor het antwoord op mijn vraag graag ook als het gaat om generatiearmoede. Dat legt misschien meer op de weg van de heer Brink. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, generatiearmoede is een buitengewoon complex probleem. Hij zegt het al, het doet zich voor van generatie op generatie. Dus het is er ook al heel erg lang. Om dat te doorbreken gaan we in ieder geval kijken of we een aantal projecten op kunnen zetten. Een van die projecten is dat we 5 gezinnen, omstandigheden intensief gaan begeleiden. Om ook te kijken wat doet zich nou in die omstandigheid voor. Niet alleen in het gezin, maar ook in de sociale context, in de straat, in de buurt, in de hele familie. Om een doorbraak aanpak te kunnen formuleren. Die we ook uit kunnen rollen in de rest van de gemeentes. Volgens mij ging het de heer Hoedemaker ook wat om hoe vrijblijvend wordt die aanpak ingestoken. Misschien kunt u daar nog even op reageren. Dit project is in ieder geval niet vrijblijvend, maar wel vrijwillig. Als men meedoet, is dat niet meer vrijblijvend. U hebt het inderdaad. Maar de vraag waar ik eigenlijk een antwoord op wilde hebben is, omdat u in de technische vragen aangaf, het is verdomd moeilijk om deze mensen, of het is ontzettend moeilijk om deze mensen te vinden vanwege schaamte. Toen dacht ik van, goh, kunt u misschien ook niet vrijwillig dit soort trajecten opstarten? De trajecten waar ik het net over had, die kunnen wij niet onvrijwillig opstarten. Want? Sommige hulpverlening, dan hebben we bemoeizorg, dan is het maatschappelijk werk of wat dan ook. Maar het traject wat we nu inzetten om die generatiearmoede te doorbreken, die kunnen we niet onvrijwillig opstarten. Dat gaat niet. We kunnen wel, bemoeizorg is er en die blijft er ook wel. En dat is ook soms wel, nou bemoeizorg, het zegt het al, hoe vrijwillig is het. Maar als mensen echt niet willen, kunnen we ook niet. Dank u wel. En volgens mij bedoelde de heer Hoedemaker natuurlijk te zeggen dat het heel moeilijk is om die mensen te. Ja. Mevrouw Driehuis, ga er gaan. Dank u wel, voorzitter. U geeft aan dat er momenteel wachtlijsten zijn bij Veilig Thuis Drenthe. Nou, dat vinden wij nogal zorgwekkend. U zegt dat er in 2020 geen wachtlijsten meer zijn. Die zijn er dus nu inderdaad gewoon wel. Hoeveel mensen zijn of kinderen zijn daar de dupe van geworden? Dan moet u eigenlijk even formuleren wat u vindt de dupe geworden. Dat vind ik wel, dat is een hele diepe vraag. Maar dat vind ik best moeilijk te beantwoorden. Als iemand op de wachtlijst staat 2 dagen, is die dan de dupe? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat wij er natuurlijk naar willen streven dat er geen wachtlijst is. En het fluctueert ook heel erg, want wat vandaag nog op de wachtlijst staat, kan er morgen weer af zijn. Dus het is niet zo dat je een permanente wachtlijst hebt. Op het moment als er heel veel aanmeldingen zijn en je capaciteit kan het niet aan, heb je een wachtlijst. Zo simpel is het. Wij willen er naar streven natuurlijk dat die wachtlijst er niet is. En als die er wel is, dat die dan ook zo kort mogelijk duurt, die wachttijd. En daarom gaan we ook natuurlijk met het voorveld, waaronder onze sociaal teams en onze jeugdwerkers, gaan we verder met het optimaliseren met de overdrachten, het optimaliseren van overdracht van kennis, van VTD, van onze zorginstellingen waar we zaken mee doen, naar het voorveld, zodat we daar veel sneller kunnen acteren, maar ook in het voorveld veel meer op kunnen pakken. Een hele rij nog. Mevrouw Sieben, VVD. Dank u. Ik heb ook een vraag over die generatiearmoede. Wij waren vorige week bij de presentatie van de regio-deal. En daar staat de generatiearmoede ook als project opgenomen. Hoe haakt dat project van die regio-deal en projecten hier in Coevorden, hoe haakt dat in elkaar? In de regio-deal is het project in Coevorden onderdeel. Wij doen dat samen met de gemeente Emmen.
Er is een hele nauwe samenwerking mee. In de Emmen zijn een aantal gezinnen meer die op dezelfde wijze begeleid worden. En als die projecten wel of niet succesvol zijn, die delen we natuurlijk altijd met de regiodeal. De regiodeal levert daar ook financiële bijdrage aan. Dus het haakt volledig aan de regiodeal. Ja, dus wij leveren als Koevoorde de financiële bijdrage, de regiodeal levert de financiële bijdrage en Emmen levert de financiële bijdrage. Emmen doet het op dezelfde wijze als wij met de regiodeal. Emmen krijgt ook een bijdrage vanuit de regiodeal. Maar wij krijgen die bijdrage dus ook vanuit de regiodeal? Ja. Zeker. We hebben hem helder. De heer Boy, zag ik ook nog even BBC. Dank u wel, voorzitter. Het gaat over pagina 28. Onder het kopje onze ondersteuning is passend en toegankelijk. Daar staat het aantal overbelaste mantelzorgers 35% bedraagt. Ik wil graag weten 35% van de hoeveel. Hoeveel zijn er dan? En men wil dit percentage omlaag brengen. En wat is de doelstelling? En wel binnen welke periode? Ik zou bijna zeggen, de aantallen is bijna een technische vraag. Maar ik heb ze wel hier ergens staan. Ogenblikje. Wat ik weet is dat... even kijken hoor. Ruim 41% van de inwoners van Koevoorden doet in ieder geval vrijwilligerswerk. Echte exacte aantallen heb ik hier even niet. Maar als u die wilt hebben. Oké. Okay. Ja, wat we in beeld hebben. We zijn van 65 mantelzorgers die we in beeld hadden een aantal jaren geleden naar 700 die we in beeld hebben. En hebben we ze niet eens allemaal. Dat weten we ook. Maar we hebben dus het aantal mantelzorgers in beeld en die we dus ook proberen te ondersteunen. Dat is een enorm, maar het exacte aantal mantelzorgers, die staan denk ik in de gegevens van de GGD. Dank u wel. Kunt u voldoende uit de voeten zo, ja, Boy? Dat is heel en duidelijk, rond de 700 plus. Maar ik heb dan gevraagd, ook men wil het percentage omlaag brengen, staat daar. Wat is de doelstelling erbij, binnen welke periode? Dus 35% is het nu en het percentage wil men omlaag brengen. Wat is de doelstelling? De exacte doelstelling hebben we nu nog niet. We gaan die percentages gaan we natuurlijk benoemen. Dus dat komt nog. Ja, voldoende. Mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over pagina 28. Daar wordt gesproken over een regiesysteem binnen het sociale, de sociale teams. En... wij hebben tijdens het technisch vraaguur de vraag gesteld wat daarmee bedoeld wordt met een regiesysteem. En daar werd uitgelegd dat het een systeem betreft om de samenwerking tussen de hulpverleners te verbeteren, zodat cliënten niet van het kastje naar de muur worden gesteld, maar snel zeg maar, bij de juiste hulpvragen terechtkomen. Nou hebben wij even in het beleidsplan Samenkrachtig, wat vastgesteld is in 2017, gekeken. Maar, en dat loopt tot 2020. En daarin staat eigenlijk precies hetzelfde dat ook toen al in 2017 er een manier van werken gevonden zou worden om hetzelfde wat ik net vertelde te kunnen bewerkstelligen. Nou is onze vraag, gaan we nu iets nieuws doen dan in 2020? Dus is het regiesysteem iets anders of wordt het een voortzetting van het... beleidsplan wat we al hadden voorgesteld. Het ziet er hiernaar uit alsof we iets heel nieuws uit de kast gaan toveren. Maar volgens ons is het volgens mij een beetje hetzelfde. Het is wel hetzelfde en toch is het nieuw. Want het is wat we nu doen is een systeem, ook een software systeem invoeren om die werkwijze te ondersteunen. En het betekent voor de cliënt heel veel, want hij hoeft maar één keer de gegevens in te voeren, hoeft maar één keer... als een zorgers op tafel te leggen en dat is in het systeem in één keer vastgelegd. We hopen ook dat er nog meer partners aan zullen haken, zodat we het systeem ook nog breder kunnen gebruiken. Mag ik nog een andere vraag stellen met betrekking tot sociale teams? Het is maar een heel klein stukje.
Er wordt namelijk ook gezegd dat we gaan werken met een andere gebiedsindeling. Waarom wordt er gewerkt met een andere gebiedsindeling? Beviel de andere gebiedsindeling dan niet? Wat we volgens mij zeggen is dat we kijken of er een andere gebiedsindeling moet komen. Dus we gaan het ook evalueren of deze gebiedsindeling nu ook werkt. Oké, dank u wel. Volgens mij zag ik de heer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Volgens ons is de aanbesteding van de jeugdzorg geweest. En mijn vraag daarover, is er voldoende jeugdzorg aanbesteden om aan de behoefte te voldoen? De aanbesteding loopt nog, voorzitter. Dus het antwoord op uw vraag komt maar iets later. Oké, ik zag de heer Mulder ook, PvdA. Ja, ik heb nog een aanvullende vraag over laaggeletterdheid. Heeft hier de ambitie staan om 4% van het aantal laaggeletterden toe te leiden naar een passend taaltraject? Ik probeer wat gevoel te krijgen bij die 4%. Waar is die op gebaseerd? En wat is er nodig om dat ambitieniveau op te krikken? Ja, voorzitter, ik zou hier het liefst geschreven hebben dat we 100% van de laaggeletterden naar een passend taaltraject gaan toeleiden. Wat we hier hebben geprobeerd is vooral de R van SMART te gebruiken, namelijk ook realistisch. En we denken dat die 4% dat te behappen is. En dat is ook gebaseerd op het aantal taalvrijwilligers wat er is. En op een aantal waarvan wij ook denken, nou, dat is ook realistisch om die... om mensen überhaupt over de streep te kunnen trekken om een taaltraject in te gaan. En wat mij betreft zou het heel mooi zijn als wij u blij kunnen verrassen en kunnen aangeven dat 4% toch wat meer is geworden. Maar ik denk dat 4% wel een heel realistisch doel is. Dank u wel, mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Op bladzijde 28, de mantelzorg en dan vooral de respijtzorg. Bij het technisch vragenuur zijn er ook vragen over gesteld, maar het is ons nog niet helemaal duidelijk. Op welke manier leren de mantelzorgers de mogelijkheden van respijtzorg kennen? En hoe worden de aanbieders van respijtzorg in het onderzoek meegenomen? Mensen die een beroep willen doen op respijtzorg kunnen uiteraard bij het loket van de gemeente terecht, maar ook zeker bij het steunpunt mantelzorg. Aanbieders die geven aan voor respijtzorg ruimte en bedden beschikbaar te hebben, maar in de praktijk is dat nog wel een stukje lastiger om ze ook werkelijk te realiseren. En dat heeft te maken met... dat men de capaciteit liever voor 2 weken weggeeft dan voor 1 nacht of voor 1 weekend. En dan wordt het soms lastig om de respijtzorg, ook voor onze consulenten, een goede plek te geven, terwijl het geld geen probleem is. Terwijl de inzet van de gemeente en van de mantelzorg geen probleem is. En ook de plaatsing van de kandidaat geen probleem is. Maar dan is het een systeemwereld die ons af en toe tegenhoudt. Ja, dank u wel. De heer Juffert, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Pagina 29, kwaliteitsimpuls sport. Daar staat dat de eerste fase is geprioriteerd voor de aanleg van ledverlichting en dat soort dingen. Nadere besluitvorming wordt verwacht eind 2019. Dus dat betekent dat volgende maand een heleboel mooie plannen hier voorkomen. Voorzitter, of ze hier voorkomen, dat weet ik niet, want u hebt het geld inmiddels beschikbaar gesteld, meerjarig zelfs beschikbaar gesteld. Er komt in ieder geval dit jaar nog een collegebesluit, zodat dit jaar al de verenigingen bezig kunnen om hun voorbereidingen te treffen, zodat zij ook de zo gewenste BOSA-subsidie voor dit jaar nog binnen kunnen halen en niet de verlaagde tarief van volgend jaar nog een beroep op moeten doen. En dat is belangrijk voor ons allemaal. Maar dit jaar is er in ieder geval een collegebesluit. En bij dat collegebesluit weet u ook dat we altijd een brief naar de raad doen met alle informatie die daarvoor nodig is. Dank u wel. Lijkt mij helder. Verder nog op 2. Mevrouw Driehuis nog. Dat is eigenlijk meer een verzoek. Het gaat over positieve gezondheid. Het wordt aangegeven dat regionaal al een aantal organisaties werken met dat gedachtegoed van Machteld Huber. En dat ook in het licht van de... regio-deal verder uitgewerkt of een extra impuls zal gaan krijgen. Kunt u de raad eens een keer meenemen in een thema of een themaavond op dit onderwerp? Met het grootste genoegen.
Dank u wel. Anderen nog met vragen op programma 2? Zijn we daardoor? Mevrouw Katerberg heeft nog een vraag. Ja, ook nog even aansluiten op accommodatiebeleid en alles wat daar op het moment gebeurt. We krijgen daar een brief over. Maar hebben wij dan ook alle informatie die we nodig hebben, omdat het bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging ook onderdeel is van het raadsakkoord? Dat we dan ook weten hoe ver dat ervoor staat. Er was van de week ook een persbericht over mensen in beweging krijgen, waarin ook iemand benoemd wordt die dan daar een rol in gaat spelen in contact met verenigingen en zo. Ik zou daar wel graag een stand van zaken van willen hebben, zodat we ook een beetje na kunnen denken hoe we invulling aan dat onderdeel van het raadsakkoord kunnen geven. Voorzitter, ik zal met onze nieuwste beleidsambtenaar sport opnemen dat zij u goed zal informeren over de huidige stand van zaken. Dank u wel. Ik kijk even rond. Zijn we erdoor met dit programma? Volgens mij wel. Dan kunnen we nu naar programma 3, dat is ruimte en leefomgeving. Zijn daar vragen over? De heer Heling, CDA. Zo'n harde stem heb ik niet. Bladzij 34 gaat over de centrumvisie. Ons is beloofd dat het parkeren in project 1 komt. Is er ook al bekend hoe de volgende projecten worden ingevuld? En dan met name met het oog op de culturele gemeente 2021-2022, dat het centrum niet helemaal in puin ligt, zeg maar. Nou, het centrum zal niet helemaal in puin liggen, dat kan ik u vast beloven, want dat zou wel heel bijzonder zijn. We hebben wel gekeken naar een logische volgorde en dan lijkt het erop, maar ik maak daar wel een voorbehoud in, dat we starten met Weesuwsweide om dat eerst aan te pakken, omdat de ingrepen in de markt en de haven, dat een veel... een veel meer omvattend programma vraagt en waarschijnlijk ook veel meer tijd zal kosten om dat te gaan uitvoeren. Dus het zou ook heel mooi en welkom zijn, denk ik, dat we de Weesuwsweide op orde hebben wanneer we juist culturele gemeente zijn. En dat we alvast met dat gebied mooie sier kunnen maken. Dank u wel. Verder op programma 3. Daar zijn geen vragen over. Ja, nog wel de heer Gilbert Mulder, PvdA. Ja, ik heb een vraag over mobiliteitsplan. Er wordt geschreven over gedragen wens vanuit de samenleving. Nu hebben we dat daar ruimte is vanuit budget voor dorp- en wijkinitiatieven. Nu hebben wij een aantal opmerkingen gekregen over het kruispunt bij de voormalige winkel van Holman, bij de Bentheimerpoort. Mijn vraag is even, bent u daarmee bekend met onveiligheid al daar? Volgens mij is dat een bekend punt inderdaad, waar naar gekeken moet gaan worden. Waarvan we ook hebben gezegd van er gebeurt nog het een en ander in het centrum. Daar moeten we gewoon straks bij de definitieve inrichting mogen gaan kijken wat daar, of daar maatregelen genomen kunnen worden. En dan die ook gaan nemen. Ja, voldoende zo. Dank u wel. Ja, mevrouw Driehuis nog pak. Pagina 36, we hebben het er net al eventjes over gehad. Wanneer kunnen we, u bent samen met partners en de provincie Drenthe bezig in een projectvorm met het tot stand komen van de spoorverbinding. Wanneer kunnen we daar een concreet projectplan van tegemoet zien? Een datum durf ik daar nog niet aan te hangen. Nee, er wordt hard aangewerkt, de neuzen staan volledig dezelfde kant op. Er zijn er nog niet helemaal op groen, dus daar zijn we vooral aan het werken. Dus ik durf daar nog geen datum aan te hangen. En als u een kleine indicatie kan geven, dat hoeft niet per se een harde datum te zijn, maar goed, een richting, een jaartal, een half jaar, een jaar... Nou, volgens mij, waar we steeds over gesproken hebben, is een realisatie in 2024. Nou, dan kunnen we daar niet heel erg lang meer mee gaan wachten, want er moet dan nog wel het een en ander gebeuren. Dus ik hoop niet dat we dat nog heel erg ver voor ons uit gaan schuiven, want dan moet ook de einddatum vooruitgeschoven worden. Dank u wel. Verder nog programma 3. Mulder, PvdA. Wordt een plan gemaakt ten behoeve van de vervanging van de twee VRI's?
verkeersregelinstallaties in Coevorden. Is ook een onderzoeksvraag het vervangen niet door een VRI, maar een andere verkeersveilige oplossing, als bijvoorbeeld de rotonde, en dan ook nog gekoppeld aan fietsers in de voorrang? Dat laatste gedeelte maakt de beantwoording weer wat lastiger. Maar u mag de zin inderdaad zo lezen dat wij weten dat er iets moet gebeuren met die twee verkeersregelinstallaties voor de mensen op de publieke tribune, de stoplichten. En anders was u daarmee gekomen, voorzitter. Dus daar moeten we naar gaan kijken en dat kan ook op andere manieren worden opgelost als het verkeersveilig is. En het specifiek fietsers in de voorrang op rotondes. Zoals u weet heeft Drenthe een afwijkend standpunt. Waarbij wij er juist van overtuigd zijn dat het op deze manier veiliger wordt. Misschien niet mooier voor de fietser dat hij de voorrang niet heeft. Maar als je veilig naar de overkant komt is dat volgens mij ook wat waard. Dus dat is nou niet het eerste waar we aan denken. Dank u wel. Daar zal ik in het kader van de fietsnota denk ik nog wel even op terugkomen. Oké. Ook in Coevorden is altijd wat te doen, zullen we maar zeggen. Verder nog op programma 3. Niets, dan gaan we door met 4. Of had u nog één programma 3, meneer Mulder? Ja, ik heb nog even een vraag over de zuidelijke ontsluitingsrechtstuk. Tekst daarover. Recent is de Monierweg aangepakt en is vrachtverkeer omgeleid. Hier hebben wij vanuit de wijken goede positieve terugkoppeling gehad dat het vrachtverkeer nu eindelijk eens een andere route heeft gekozen. Is dit iets om ook blijvender te doen instellen, even vooruitlopend op een eventuele nieuwe rondweg? Nou, wat volgens mij omgaat is dat er gewoon het vrachtverkeer een goede route kan gaan volgen. Dus als er goede alternatieven beschikbaar zijn, dan moet je dat gaan doen. Het moet vooral geen verplaatsen van het probleem worden volgens mij. Maar wij evalueren ook zeker de ervaringen met de omleidingsroute om te kijken van nou, is dat iets wat we misschien breder moeten gaan aanbevelen om vooral die route toch te volgen. Dank u wel. Verder nog programma 3. Nu echt niet meer, dan gaan we door naar 4. Dat is openbare ruimte. Zijn er vragen over mevrouw Driehuispak? Dank u wel, voorzitter. U stimuleert het scheiden van afval zoveel mogelijk en wil daarbij ook echt een gedragsverandering bij onze inwoners realiseren. En daar komt hij weer. Wij denken dat DIFTAR daarbij kan helpen. Dus bent u bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden van DIFTAR? Voor onze gemeente inclusief de financiële en maatschappelijke kosten en baten. Nou, de manier waarop er op dit moment naar gekeken wordt is dat we, zoals ook aangegeven, we gaan een aantal maatregelen gaan we nemen. We zien eigenlijk met iedere maatregel die wordt getroffen dat de hoeveelheid restafval in stappen omlaag gaat en dan vindt er weer een stabilisatie plaats. Over het algemeen wordt gesteld dat het moment waarop DIFTAR het meest succesvol kan worden ingevoerd, eigenlijk ligt op het moment dat je restafval nog wat lager is dan het nu is. Dus wat ons betreft gaan we door met de stappen zoals we die hebben ingezet. En ik verwacht eigenlijk dat we in 2020 wel eens bij de evaluatie of we het doel dan gehaald hebben, dat we dan verder te spreken komen over maatregelen die nog te nemen zijn. En dat kunnen verschillende manieren zijn. Ik weet niet of u het artikel heeft gelezen in de Volkskrant over een van de koplopers, Horst aan de Maas. Heel interessant artikel waarin ook vooral wordt aangegeven hoe je dat kunt gaan bereiken. Nou, volgens mij is dat een hele mooie lijn om naartoe te gaan. En welk systeem daar uiteindelijk bij wordt, volgens mij is dat het minst interessant. Ik hoor een werkbezoek aankomen. Verder nog vragen? Ja, de heer Holtis. Even in het verlengde van mevrouw Driehuis. U spreekt over de evaluatie. Onze fractie is wel heel benieuwd wanneer die evaluatie plaatsvindt. Want wij zien natuurlijk ook een verandering in de frequentie. En wanneer is de GFT en alles wat erbij komt kijken. En wij zijn wel benieuwd wanneer die evaluatie plaatsvindt. Want 2020 is wel een heel ruim begrip.
Nee, in 2020, u weet, we hebben een doel gesteld voor 2020, om dan op 100 kilo te zijn. Nou, dan gaat de conclusie volgen of wij dat gehaald hebben. Ik heb de indruk dat sommige mensen daar al een voorschotje op denken te kunnen nemen. Dat is misschien niet geheel onterecht. Maar die evaluatie van stap en effect, die vindt constant vindt die plaats. Alleen dan gaan we kijken naar de evaluatie van hebben we dat doel bereikt en wat is er nog voor nodig om dat doel wel te bereiken. Is mijn voorschot op de evaluatie. April, november, stap, effect. Is er dan al een effect zichtbaar waarvan wij het gevoel van de DIFTA, die natuurlijk al vaker voorbij is gekomen, dat we die terecht nog kunnen parkeren? Effect merkbaar, ja. Kunnen we daar concrete cijfers aan hangen? Dat heb ik bij een van de vorige vragen ook al aangegeven. Daar is de periode misschien nog wel iets te kort voor. Omdat per kwartaal wij cijfers krijgen. Dus dat kunnen we beter doen in de afloop van het jaar. En daar weten we ook, uit mijn hoofd zeg ik dat de ideale grens om te gaan kijken naar een andere manier van inzamelen, nou, dat ligt eerder bij 150 kilo. En zoals u ziet in de monitor zijn we daar nog niet. Dus daar hebben we nog wel wat verschillende stappen te doorlopen. Dank u wel. Verder op programma 4. Ja, mevrouw Vissering. Ja, dank u wel, voorzitter. In de begroting wordt in programma 4 wordt een stuk tekst overgenomen over ondermijning. En wij halen hieruit dat dit wordt opgelost door de intensivering en uitbreiding van de controle op naleving van de drank- en de horecawet. Zo lezen wij dat. En we moeten dan denken aan meer BOA-inzet voor het uitvoeren van controles en opmaken van boeterapporten. U constateert in de begroting dat er zeker sprake is van ondermijning. En onze vraag is, als er dan inderdaad sprake is van ondermijning, gaan we dat dan oplossen met boeterapporten en controle door de BOA's? Voorzitter, ik wou dat het waar was. Dus dat is de kortste versie van het antwoord wat ik kan geven. Dat gaan we dus niet doen. Ondermijning is veel breder. Maar het is ook belangrijk dat we, en de komende ganzenmarkt zal daar een eerste zichtbaarheid van zijn, gewoon concreet aan de slag te gaan met thema's waarvan we weten dat het onze jeugd beïnvloedt op een nadelige wijze. En dat we daar met name kijken wat we door middel van de inzet van bijvoorbeeld BOA's, maar ook een stukje preventiebeleid van onze kant, hoe we daar het verblijfsklimaat in de stad veel aantrekkelijker voor kunnen maken. En ik wil eigenlijk een beetje wegblijven van die koppeling tussen dat onderwerp verblijfsklimaat in de stad en onze horeca en het thema ondermijning. Want dat zijn echt twee volstrekt verschillende zaken. Het is goed dat u de gelegenheid aangrijpt om dat nog even te benadrukken. Dank u wel. Ja, de heer Heling, CDA, ook op programma 4. Ja, dank u voorzitter. Er zullen inderdaad 4 BOA's bijkomen. Kunnen die vacatures ook daadwerkelijk worden ingevuld of is het lastig om mensen te krijgen? En waar zullen ze worden ingezet? Dat laatste een veelheid van thema's. U leest elders ook dat we ons ook voorstellen dat we op een verbindende manier tot een veiligheidsaanpak komen voor het hele gebied. Dat betekent ook dat in de dorpen een inzet van BOA's aan de orde zou kunnen zijn. Natuurlijk liggen er een aantal aandachtspunten voor de hand. Daar staat ook het een en ander over in de tekst. Wij verwachten dat het met de werving nog wel zou kunnen meevallen. Omdat we in een vrij unieke situatie zitten dat we hier in Drenthe heel dicht bij huis de Stichting Veiligheidszorg hebben. Waarin BOA's, waar we nu ook al gebruik van maken overigens. Ik heb zelfs de eer om voorzitter van die stichting te zijn. Waarin BOA's worden opgeleid. Deels komend uit onze eigen kaartenbakken. En maakt dat we een redelijk dicht aan de bron zitten van de BOA's van de toekomst. Dank u wel. Ja, de heer Boy nog. Ja, voorzitter. Ik wil even vragen aan de portefeuillehouder. Waarom 4? Waarom kunnen we niet eerst beginnen met 2 en na een jaar of 2 jaar monitoren of het wel voldoende is en dan alsnog aanvullen?
Nou ja, goed, het getal is natuurlijk enigszins arbitrair. U kunt ervan maken wat u wilt. Mijn voorspelling zou zijn dat we eigenlijk meer dan 4 zouden willen hebben. Zeker is dat je wel een zekere minimum behoefte hebt om ook een mate van continuïteit te kunnen waarborgen in datgene wat op enig moment de aandacht vraagt van diezelfde BOA's. Dus 4 was het voorstel wat voorlag in het college vanuit de ambtelijke advisering ook. En wij vonden dat een verstandige overweging. Ja, misschien voor de helderheid, we hebben het over 4 FTE, maar we hebben het hier niet over 4 FTE aan BOA's. Het is 4 FTE aan voor het hele beleidsterrein veiligheid, toezicht en handhaving. En die onderbouwing die komt gewoon, de nota heeft u volgens mij ook allemaal ontvangen al eerder. En daar staat de onderbouwing letterlijk in, tot achter de komma in FTE's, waarom hiervoor gekozen is. Heldere aanvulling, dank u wel. Zijn we er een beetje door? Ja, volgens mij wel. We gaan naar 5, bestuur en organisatie. Daar zijn vast niet zoveel vragen over. Ik probeer het maar een beetje te temperen. Mevrouw Katerberg, CDA. Oh, jawel. pagina 46, bij de passende dienstverlening. Daar gaat het erom dat er over een nabije en toegankelijke en gemakkelijke benaderbare overheid. En dan volgen er een aantal vragen waarvan wij vermoeden dat het vast geen retorische vragen zijn. Dus op welke manier wordt er een slag geslagen als het gaat om passende dienstverlening? We hebben dit onderwerp ondergebracht in een programma waar we organisatiebreed juist over deze vragen antwoorden geformuleerd en ambities worden geformuleerd. Dus dat is de manier waarop we daar aan werken. Bedoelt u dan bijvoorbeeld de klantreizen die worden ingezet? Onder andere. De eerste klantreis over ondernemersdienstverlening is natuurlijk net afgerond. Er staan er meer op het programma. Maar het is één onderdeel van het bredere programma om de dienstverlening centraal te stellen. En kunnen wij dan ook een verslag van die klantreizen zien? Nou, we kunnen daar zelfs een keer een specifieke avond aan wijden. Ik zou het graag ook in de bredere context dan even plaatsen, want de specifieke klantreis is één ding. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om welke effecten willen we bereiken in onze organisatie en hoe werken die verschillende instrumenten dan door in hun opbrengst. En het lijkt me dan goed om daar even in de sfeer van een themaavond of zoiets bij stil te staan. Dank u wel. Ja, wij zouden daar wel in geïnteresseerd zijn. Mevrouw Visseling, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze vraag betreft het gebiedskompas op bladzijde 44. Er staat beschreven dat het een instrument is om samen met de inwoners en partners naar een dorp of naar een wijk te kijken. Om zo vanuit de gezamenlijke basis aan de slag te gaan met thema's die voor inwoners, partners en als ons belangrijk zijn. Wij vroegen ons af, hoe staat dit in verhouding met de wijk- en de dorpsvisies? Wij hebben de indruk dat het aanvullend zou kunnen zijn. Maar omdat we werkelijk ook dat gevoel ook breed te hebben en ook de overtuiging daarvan bij de verenigingen voor plaatselijk belang, is het ook zaak om daarmee aan de slag te gaan. Dus we hebben ons voorgenomen om, en daarom ook de tekst hier, experimenteren met het gebiedskompas. Dat lijkt een interessante benaderingswijze te zijn. Om allerlei aspecten die spelen en inspelen dus ook op hoe het er in een dorp voor staat of een bepaald deel van ons gebied. Om daar ook te helpen om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen waarbij iedere partner scherper in beeld heeft wat zijn of haar bijdrage kan zijn aan het leveren van, nou ja, zeg maar even, een goede bijdrage aan de gewenste toekomstvisie die voor zo'n dorp wellicht aanwezig al is. Maar de overtuiging is dat het meer dan de moeite waard is om met dit instrument te experimenteren. Maar dat deden we toch ook al met die wijk- en dorpsvisies. Dan brachten we toch ook in kaart hoe het was en wat de wensen waren en wat de gemeente daar eventueel in zou kunnen betekenen. Zijn andere partners dan daarbij een aanvulling daarin? De dorpsvisies zijn producten die we hebben gestimuleerd dat ze tot stand kwamen vanuit de lokale gemeenschap zelf.
hoge mate van spreiding van hoe het eruit ziet, hè, hoe dat beleefd wordt. Maar het is één ding is het in ieder geval niet, het is niet van ons. Hè. Het is een hulpmiddel om voor de agenda, voor de dorpen zelf, voor de kernen zelf, een stip op de horizon te formuleren wat voor hun relevante onderwerpen zijn. Wat vervolgens aan de orde is, is natuurlijk de vraag, hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we daar jullie ondersteunen om daar te komen? En dan, zoals gezegd, is het niet alleen aan het dorp zelf. Dan hebben ze waarschijnlijk ook een stukje ondersteuning van ons nodig, van onze partners, die middels, zoals maatschappelijk welzijn, middels subsidie aan ons verbonden zijn. En om daar een gerichte vertaling te creëren van wat zo'n dorpsvisie bevat en wat er dan nodig zou kunnen zijn om stappen in die richting te zetten, daar zou het gebiedskompas dus behulpzaam in kunnen zijn. Een bescheiden experiment lijkt dus een goede aanvulling. We hebben de overtuiging dat dat elkaar niet strijdt. En bovendien gaat het uit van een gezamenlijke keuze van zowel de kernen in kwestie als van ons om dat gebiedskompas dan ook daadwerkelijk als instrument te willen inzetten. Dus het is niet zo dat dat wordt afgedwongen onzerzijds. Dat zou natuurlijk in tegenspraak zijn met de ambitie om verbindend te besturen. Dank u wel. Verder op 5. Niet meer. Dan gaan we naar programma 6. Financiering en dekkingsmiddelen. En zijn daar vragen over? Ja, de heer Holtis, BBC. Ga door gang. Ja. Op bladzijde 55 valt te lezen dat er met lonen en prijzen straks een structureel tekort is van 250.000 euro. En mijn vraag is hoe men dat vanaf 2021 denkt op te kunnen vangen. Ja, dat is techniek volgens mij. Ja, dat kan niet anders zeggen, want dat gebeurt voor het jaar zelf. Lossen we dat dan steeds weer op in de dan volgende begroting. En wij voeren dat niet door, die correcties, in onze meerjarenbegroting. Ja, voldoende. Oké, verder op 6. De heer Hoedemaker, D66. Ja, bij de OZB hebt u voor het bij de wijziging en normalisering van de OZB hebt u voor het zomerreces een presentatie gegeven en hebt u de raad uitgedaagd om zich uit te spreken voor een van de drie door u gepresenteerde scenario's. Een aantal fracties heeft dat niet gedaan. Maar de meerderheid van de fracties heeft toen scenario 2 als wensscenario genoemd. Dat is niet precies het scenario wat hier nu gepresenteerd wordt door u. Er is ook een kleine financiële afwijking. Want u geeft aan dat er structureel een tekort gaat zijn op de OZB van 66.000 euro. Waarom hebt u hiervoor gekozen? Nou, of we voor een structureel tekort hebben gekozen, dat wil ik niet zeggen. Het is zo dat dit de uitkomst is van de manier waarop we dat doorlopend berekenen. En de keuze die wij gemaakt hebben, dat leek ons de meest voor de hand liggende keuze om het zo te doen. Het is een soort ingroei die we ook eigenlijk wel met elkaar wensten, volgens mij. Maar het staat u natuurlijk vrij om daar op terug te komen bij de raadsvergadering en daar andere voorstellen in te doen. Veel fracties hebben zich toen aangesproken voor scenario 2, omdat we wisten waar dat uiteindelijk naartoe zou groeien. Van dit voorbeeld weten we niet waar dit naartoe gaat groeien. Kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, dat begrijp ik niet. Volgens mij hebben we een soort ingroeipad gemaakt. Willen we naar een, als uitgangspunt, en dat hebben we ook bijgesteld later in ons onderzoek, willen we naar het landelijk gemiddelde en willen we daar dichterbij komen. Nou, dat is ons ingroeipad geworden, volgens mij. En daar is het ook op gericht. Dat kost één keer 66.000. En dat kost dan inderdaad, één keer kost dat een bedrag. Ja. Heb ik het nou echt mis? Nou, dat weet ik niet. Volgens mij vindt u er vooral iets van. En dat... Nee, ik vind er helemaal niks van. Een aantal raadsfracties heeft een scenario aangegeven, een vorige scenario aangegeven, omdat ze wisten dat dat toegroeide naar wat hun wensbeeld was. Nu stelt u een vierde scenario in mijn idee voor, maar daarvan zien we alleen maar wat de consequenties zijn in het eerste jaar en niet waar dat verder naartoe groeit. Volgens mij heb ik de wethouder net horen zeggen dat hij naar het landelijke
gemiddelde wil toegroeien en daarna in een aantal stappen naartoe wil. Dus dat is volgens mij het beeld van het college. Klopt? Ja, daar heb ik niet zoveel op aan te vullen. Dat is inderdaad wat ik zei. Dus dat uitgangspunt lijkt me helder. Ik zag de heer Heling ook. Ja, ga uw gang. Ja, dank u voorzitter. Heeft het college, ook over de OZB, heeft het college overwogen om de 1,5% inflatiecorrectie, u noemt het prijsindexatie, op de OZB-opbrengst dit jaar niet door te voeren? En zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? Ja, kijk, we hebben gewoon gekeken naar waar willen we uiteindelijk uitkomen. De opbrengsten zijn voor ons over het algemeen leidend geweest. En dat vertaalt zich dan in bepaalde tarieven. En zo is het ook benaderd. Dus ja, heb je dan te maken met een inflatiecorrectie, ja of nee? Ja, het mag, het hoeft niet. Je kunt ook zeggen, ja, we hebben een inflatiecorrectie toegepast, maar daarna weer een korting. Ja, het is maar hoe je wilt rekenen. Het is in ieder geval zo dat wij vinden dat we de wijze waarop we het nu gedaan hebben en voorgesteld hebben, dat toewerkt naar het doel wat we beogen. En dat is nogmaals dat landelijk gemiddelde voor woningen en niet-woningen. Dank u wel. Verder op 6, mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. U gaat uit van een waardestijging van 5,5%. He, daar rekent u mee. Nou heb ik laatst gezien in de krant dat Coevorden, we stonden weer bovenaan in het rijtje, met een stijging van 2,6%. Dat stond in de Telegraaf, dus ik heb het nog even gecontroleerd bij het CBS. Maar daar staat hij ook op 2,6 en de peildatum is 1 januari 2019. Nou, wat precies die waardestijging gaat worden, dat weten we nog niet. Dat weten we wel binnenkort. En wat de basis dan zal zijn, dat zien we dan. Daar zijn afgesproken procedures voor wanneer dat wordt vastgesteld. En we hebben een uitgangspunt daarvoor gekozen. Nou ja, we moeten zien of dat klopt. We zien dat wel. En als het dan niet 5,5 is, maar die 2,6, wat gebeurt er dan? Als het 2,6 is, dan zal de opbrengst dan in ieder geval lager worden. De percentages stellen we in deze raad hopelijk volgende week vast. Dank u wel. Is daarmee uw vraag ook? Nee, u hebt nog een vraag, meneer Haltisch. Ga u gang. Nou ja, ik vind hem jammer, want onder agenda punt 9 wordt ook de afvalstofheffing genoemd. Dus ik stel hem toch maar in het verlengde ook daarvan. Want de afvalstofheffing wordt dus nu plus 1,5%. En eigenlijk in agenda punt 5, eigenlijk hieraan gerelateerd, valt te lezen dat AREA al op basis van de kostenanalyses die ze nu maken, al spreken van een prijsindex van minimaal 3,25% voor het vervoer. Wij gaan uit van 1,5%. Wij denken daarmee dekkend te zijn, 100%. Ik stel me de vraag, hoe realistisch is dit? Worden we hier niet te mooi geschetst en komen we straks niet voor een voldongen feit? Niet kostendekkend. Zal ik hem. Nee, wat mij betreft is dit een scenario waarbij wij, zoals u terecht opmerkt, als wij vooraf de kostendekkendheid nog bijna gegarandeerd willen hebben, dan hadden we mee moeten gaan. Wij denken dat het verantwoord is om daar van af te wijken. Overigens hebben we dat de afgelopen jaren ook gedaan. Waarvan volgens mij twee keer ook op initiatief van uw raad dat u gezegd heeft, nee, wij willen het tarief, om het tarief te drukken, gaan we gewoon een soort taakstelling opleggen. Nou, eigenlijk doen we dat nu op deze manier dus ook weer. En wij denken dat verantwoord is. En dat dat ook, als we de ontwikkeling zien van daling van restafval, dat dit te verantwoorden is. Maar het is inderdaad wel, nou ja, na afloop van het jaar zullen we weten of het inderdaad te realiseren was. Maar als wij niet het gevoel hadden dat het kan, hadden we het u niet voorgesteld. Ja. Nou ja, ik stel met name die vraag, hè, want net werd 150 genoemd in plaats van 100. Hè, dus hoe realistisch is het? Vandaar ook die vraagstelling. En u zult de krant vanochtend ook gelezen hebben dat onze buurgemeenten op dit moment de twijfel hebben of het streven wat AREA ons doet geloven of dat ook inderdaad haalbaar is. Dus vandaar deze vraagstelling. En ik laat duidelijk zijn, die 1,5 is een doelstelling. Maar goed, vandaar mijn kritische vraag. Ja, overigens, AREA stelt ons dat niet dat wij naar 100 moeten. Hè. Dat is een doelstelling die we onszelf hebben opgelegd. En
laat ik zo zeggen, wij hoeven niet naar de 100 kilo te gaan om ook daadwerkelijk wel binnen deze begroting te blijven. Dank u wel. Verder over 6, dat is tot en met pagina 102. Dus tot de bijlagen. Zijn daar verder nog vragen over? Ik stel wel voor dat we vragen over belastingen en heffingen hier stellen, zodat we dadelijk bij agenda punt 9 niet nog eens een keer moeten. Nee, alles duidelijk. Wat zegt u? Dan geef ik u die gelegenheid. Dat lijkt me dan terecht. Ja. Dus dan, CDA geeft aan van woordvoerder te willen wisselen voor agenda punt 9. Dus lijkt me dat we dat even netjes moeten doen. Komt goed. Verder nog vragen over 6. Niet dan de bijlagen in één keer zijn daar vragen over. Of de rest in één keer zijn daar vragen over. Niet, dan zijn we door het vragen over de begroting heen. Dan stel ik mij zo voor dat u hier graag een bespreekpunt van wil maken. Ja, kunnen we dat zo vaststellen? Of zijn er nog fracties die schoten voor de boeg willen geven, moties of amendementen aan willen kondigen of anderszins opmerkingen willen maken? Die zie ik op dit moment niet. Dan maken we er een bespreekpunt van en dan geef ik u nog graag mee dat het college u voorstelt de besluitvorming over de financiën van het beheerplan zo te laten zoals het in de begroting staat. En als u er wat anders mee wilt, dat u dan zelf een initiatief moet nemen. Nou, dan doen we het zo. Dan hebben we hem daarmee afgerond. Dan kunnen we door naar 9. En dat is het voorstel van het college en wethouders in zaken de belastingverordeningen. En daar komt dan vast een vraag over van de heer Wilting. Ja, hij zal wel niet voor niks aan tafel komen. Was u al zover? Of, ja, oh, ik geef eerst meneer Holtis even het woord. Die was al zover. Een constatering is dat op pagina 6 er een foutje staat. Dus dat is niet zozeer een vraag, maar dat wordt weer gesproken in scenario 2 van 50 tot en met 15.000 kuub. Dat moet volgens mij 501 zijn. Dat wordt zowel links als rechts fout gedaan. Niet dat ik mensen naar het onderzoek wil zeggen, maar hoe realistisch is dit nog gezien die grote stappen die tussen de 500 en de 15.000 zijn en ook de grote bedragen die er gemoeid gaan. Ik als inwoner, ik zie dit al volgens mij decennia lang voorbij komen. Water, WND is best wel hot. Huidige praktijk, komt dit nog overeen met ook inderdaad voor zoals het nu is, theorie en praktijk. Snapt u de vraag? Nee? Nee, nog een keer. Nog maar één keer. Al decennia lang wordt gesproken over 0 tot 500 kuub. En dan komt heel snel 501 tot 15.000 kuub. Maar ook een aanzienlijk bedrag. Ik vind dat een heel groot gebruik tussen aanhalingstekens. Dus ik stel mij de vraag, is dat anno 2019 met de toekomst, is dit nog een juiste staffelvorm? Even afgezien van de fout die erin staat. Nee, Probeer de vraag achter de vraag te begrijpen. Want wat zou uw voorstel dan zijn? Nou, als ik de bedragen zie, ik heb ze niet in beeld als zijn de totale inkomstenbron. Dus ik zou misschien mij daarmee erin moeten verdiepen als zijn de totale inkomsten schuinstreep kostenplus. Maar ik zie decennia lang dat voorbij komen. Dus ik denk, nou, misschien hebt u heel snel een antwoord. Helaas dus niet. Dus ik zal me erin moeten verdiepen waarschijnlijk. Dat is inderdaad, is uw voorstel of daar bijvoorbeeld een tussenstap in zou moeten komen? Dat, we hebben het nu niet overwogen. Ook niet om het stelsel niet ingewikkelder qua berekening te gaan maken. Dus vandaar dat we ook zeggen, we houden nu vast aan deze stap. Het is uiteraard arbitrair en je kunt daar hele andere staffels in maken. Ja, dank u wel. Verder vragen over de verordeningen, belastingenverordeningen. Het is handig als u even aankondigt over welke verordening eventuele vraag is. De heer Wilting, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag en opmerking over verordening, gegevensverstrekking, basisregistratie. Nou, er staan een heel aantal tekst staat daarin. Mij gaat het erom
Daar wordt op een gegeven moment aangegeven dat het college die kan bepaalde informatie verstrekken. Komen we hier ook in aanraking met de privacywetgeving en hoe gaat dat? Kunnen mensen daar aanspraak op maken en zeggen hoe komt men aan die informatie? Ja, wij zijn natuurlijk houder van de basisregistraties, daarom heet het ook zo. Bij het verstrekken daarvan hebben we te maken, van gegevens aan anderen, hebben we te maken met privacyregelingen. Dus daar wordt, er zijn allerlei interne mechanismes die erop toezien dat we daar ons aan de vigerende regelgeving houden. Omdat we anders natuurlijk ook heel snel te pas komen in een of andere juridische procedure waar we niet op zitten te wachten. Dus het speelt zeker, maar het zijn wel verschillende dingen. De basisregistratie is toch echt wel een van de brondocumenten, bronbestanden die we hier in huis ook gewoon nodig hebben voor tal van administratieve processen. Ja, dank u wel. Mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. In het raadsvoorstel staat onder, dat is pagina 1 geloof ik, of 2, nee, pagina 2... dat gaat over het tarief voor dorpshuizen, sportaccommodaties en algemeen nutinstellingen. En er staat een hele tekst onder. En ik kom daar niet uit wat jullie nou wel of wat jullie nou juist niet hebben gedaan. Zullen we die dan maar schriftelijk beantwoorden? Want om nou een hele verhandeling te gaan houden over... En terwijl ik het misschien ook nog niet eens allemaal weet. Het hoeft geen verhandeling te zijn. Ik wil gewoon graag weten, hebben jullie... nou wel of niet gedifferentieerd, of hanteren jullie gewoon het niet-woningentarief? Ik moet u dat antwoord op schuldig blijven. Ik kijk nog even naar de publieke tribune met een schuine oog, maar... Nee, niet. Schriftelijk even. Laten we het zo doen. Schriftelijk. Komt naar u toe. Andere vragen? Andere vragen bij dit agendapunt? Ja, mevrouw Sieben nog een keer. Nog eentje over de leesjesverordeningen. Die reisdocumenten, daar wordt uitgegaan van het landelijk maximumbedrag. Is dat altijd zo? En weten jullie ook of dat in andere gemeenten ook het maximumbedrag wordt gevraagd? Volgens mij is dit de bestendige lijn die we hier in ieder geval hanteren. Ik meen ook dat we sinds een aantal jaren verplicht zijn een bedrag dat de spreiding van de bedragen die gemeenten vragen wel aanmerkelijk is afgenomen. Ik kan niet uitsluiten dat er nog verschillende gemeenten zijn die wel iets anders doen, maar dat zal ik moeten nagaan. Ook daar moet ik dan even op terugkomen. Dat moeten we echt even nazien. Voorzitter, om toch nog even een antwoord te geven op de vorige vraag. Wij hebben daar niets mee gedaan. Ook conform het advies van de VNG. Mooi, dan is die opgehelderd. Oké, verder nog vragen bij agendapunt, de stukken agendapunt 9. Die zijn er niet. Nou, ik neem aan dat u dit gaat betrekken bij de behandeling van de begroting. En dat we hem zo als bespreekpunt op de agenda terugzien. U kunt er ook niet over beslissen, maar er wordt een zootje. We gaan door met 10. Voorstel van college in zaken de actualisatie financiële notas en financiële verordeningen. Roept dat vragen op? Ja, de heer Wilting, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Daar staat in een hakje geplaatst, punt 2 is daar. En dat gaat over de rapportagegrenzen, individuele baten en lasten. Als ik dat goed lees, dan zeggen we onder de 50.000 euro wordt niet verklaard. Ja, prima, denk ik. Maar soms dan krijg je bedragen die worden bij elkaar gevoegd. En ik denk, zeg, pak maar eens 45.000 en nog een keer 30.000 en nog een keer 45.000. Een behoorlijk bedrag. Maar omdat individueel beneden de 50.000 is, ga je er geen verklaring voor geven. Roept dat niet allemaal vragen op? Of lees ik deze tekst verkeerd? Daar wil ik er wel aan toevoegen. Dank u wel. Nou, ik weet niet of u deze tekst verkeerd leest. Maar u heeft wel een punt. Als je het moet optellen, moet je het ook verklaren. Maar ik denk dat het ook op die manier bekeken moet worden. Want je kunt niet zomaar denken van, nou ja, weet je, ik heb wel een reden om het op te splitsen. Dan zou je toch wel proberen om je verantwoording daarin te ontlopen. Nou, dat is zeker niet de bedoeling. Ja, helder. Anderen nog met vragen? De heer Holtis, BBC.
De laatste van vanavond. Toevallig onder hetzelfde kopje, artikel 11.4, daar wordt gezegd meerjarig voorkomen, maar een tijdelijk karakter, CQ, eindig doel hebben. Tijdelijk karakter is wat mij betreft wel heel algemeen. Ik persoonlijk zou hem liever gewoon weglaten. Als daar staat eindig, dan hebben we ook een heel duidelijk gegeven. Ook al is het dan een meerjarig, dan weet je wel dat het een eindig karakter heeft. En nu tijdelijk is wat mij betreft een vraagteken en niet duidelijk genoeg. Dus wat mijn inziens, weglaten. Ik weet niet of de portefeuille op diezelfde mening is toegedeeld. Ik weet niet wat over haar, als ik eerlijk ben. De financiële verordeningen, artikel 11, wordt ook weer gesproken over onder incidentele baten en lasten worden baten en lasten verstaan die a. eenmalig voorkomen, duidelijk, b. meerjarig voorkomen, maar een tijdelijk karakter hebben, CQ, eindig doel hebben. Nou, eindig doel is wat mij betreft als meerjarig voorkomen, het is bekend, dan is er dus een einddatum bekend, maar een tijdelijk karakter, ja, dat zegt mij helemaal niets. Dus zeg ik, waarom het woord tijdelijk karakter niet weglaten? Dan geeft het geen discussie. Ik denk dat het een bedoeling heeft, dus laten we dat maar aan de juristen overlaten. Maar komt daar dan nog enige duiding bij voor de behandeling en vaststelling in de raadsvergadering? Nou, dat kan, maar ik denk dat dit gewoon even bekeken moet worden. Natuurlijk wil ik wel even uitzoeken wat nou de precieze bedoeling is van dit verhaal. Maar het zal er niet voor niks staan. Vaak kijken hier toch juristen naar en dat ben ik niet. Dus die ruimte moet ik maar even nemen. Zullen we dan afspreken dat als nodig is, komt u erop terug? Kunt u daarmee uit de voeten, meneer Holtis? Nou, graag, want ik vind hem gewoon heel algemeen. En ik heb niet vaak met juristen te doen, maar ik hou meer van de duidelijke taal. En dit geeft wat mij betreft geen duidelijkheid. Het is wel een technische vraag, by the way. Ja, nou goed. Maar daar zouden we niet zo heel moeilijk mee over doen, hadden we volgens mij afgesproken. Verder nog vragen? Niet? Dan met de aantekening dat naar dit aspect nog even gekeken wordt en dat meneer Holtis zo nodig nog van een antwoord wordt voorzien, zou dit een hamerstuk kunnen zijn? Als de commissie daarmee kan leven. Ja, ik zie knikken. Ja, dan doen we dat zo. Dan kan hij er als hamerstuk op als dit aspect voldoende opgehelderd is. Mooi, dan gaan we naar agenda punt 11, zijn we inmiddels, dat is het vaststellingverslag commissie 15 oktober. Zijn daar nog opmerkingen over? Niet, en dan komen we aan agenda punt 12, dat betreft de sluiting. En daarbij heb ik nog te vermelden dat de raadsvergadering volgende week dinsdag aanvangt om 17 uur met een maaltijd. Zal u nog nader over geïnformeerd worden even, en u krijgt nog een schema met de spreektijden en de hele rattenplan. Zoals voorspeld kunt u de tweede helft halen. Ik weet niet wat de stand is. Ik wens u 1-3 is de stand. Ik zou zeggen, doe voorzichtig aan naar huis. Allen wel thuis. Tot de volgende keer.